luisteraars. Welkom bij Kaleidoscoop op www.findingvoicesradio.com. De radioshow voor de wakkere, de nieuwsgierige en de dappere. Want lang niet iedereen wil precies weten op wat voor slinkse manieren wij allemaal voortdurend worden misleid, belogen en geattaqueerd door the powers that should not be en hun onwetende en of laffe lakeien. Waarheid is mooi. Kaleidoscoop betekent observatie van mooie vormen. Samengesteld uit het Grieks, kalos is mooi, eidos, dat wat wordt gezien, de vorm, en scopio, kijken naar. Ik ben uw gastvrouw Desiree Reuver. Voor het Kaleidoscoop archief en mijn artikelen en presentaties, kijk op mijn website www.desireerover.nl. Dinsdag 23 september, uitzending van Kaleidoscoop op www.findingvoicesradio.com. En ik heb een heel bijzondere gast vandaag. Ik zit daar gezellig mee met hem aan de tafel in zijn huis in Amsterdam. En dat is Dirk van Lid. Hi Dirk, welkom. Dag Desiree, dankjewel. Dirk, wij kennen elkaar al heel veel jaar, en hoeveel jaar weet ik niet precies, maar wij hebben elkaar ooit ontmoet bij ortomoleculaire congressen. Ja, ik denk een jaar of 10 geleden. Ja, minstens. Minstens. Ja. Nee, ik denk dat het langer is geleden, want ik woon al 10 jaar waar ik nu zit. Ja, en nee, dat is al veel langer. Maar goed, dat doet er niet toe. En er was altijd een vonk van herkenning, dus dat was altijd leuk. Nou ken ik jou, maar mijn luisteraars kennen jou nog niet. Als jij jezelf moet schetsen, hoe zou dat klinken? Nou, zal ik met mijn opleiding beginnen? Ja, doe maar. Ja. Zo'n kleine 40 jaar geleden studeerde ik af als arts. En toen kreeg ik de keuze militaire dienst of ontwikkelingshulp. Ik koos ontwikkelingshulp, dus ik heb de tropencursus gevolgd, de tropen uitgeworden. Ik ben naar diverse landen in Afrika geweest en daar heb ik bijzonder genoten van het feit dat ik niet alleen opgeleid ben door topspecialisten daar, in principe prodeo, want ik geloof dat je voor een 60 uur werkweek 4 weken per maand 100.000 gulden kreeg, maar dat maakt niet uit, het was zo leerzaam en zo geweldig. En toen ik terugkwam, zeiden mijn vriendjes die in officier van gezondheid waren geworden, hadden wij het ook maar gedaan. Want wij hebben alleen maar aspirine voorgeschreven. Dus dat. Oh. En toen ben ik me gaan verdiepen in preventieve geneeskunde, omdat ik merkte dat in het Westen, in vergelijking met Afrika, waar ze in de bush helemaal geen geneeskunde hadden, alleen maar kruiden en toestanden. Hè. Toen zag ik het verschil tussen het Westen en het Oosten met betrekking tot voeding en overgewicht. Of, natuurlijk waren ze daar ook ondervoed. Ja. Maar ondervoeding is vaak beter dan overvoeding. Hè. Niet als je een tekort aan vitamines krijgt natuurlijk en dat soort dingen. Maar in elk geval ben ik die vergelijking gaan maken en toen dacht ik, ja goed. Wat kan ik doen om overgewicht, voornamelijk ook toen bij kinderen, hè, om dat te gaan ontwikkelen en te gaan bestrijden. Mm-hmm. Toen kwam ik in contact in Rotterdam met een zekere dokter Merkbach. En in zijn studeerkamer stond een foto van hem met zijn arm om Prins Bernhard geslagen en andersom. En toen zei ik, maar hoe dat zo? Ja, we hebben samen gejaagd in Nederlands-Indië, zei hij toen nog. Oh, ja. En Merkelbach zei, en ik heb koningin Juliana verhandeld met HCG, waardoor zij van een dikke, vette vrouw tot een slanke koningin werd.
dat was natuurlijk, hij zegt dat mag je niet verder vertellen, maar nu ze allebei dood zijn, ja, is het niet zo'n probleem meer. Nee. En toen zei hij, wil jij die HCG leren? En toen heb ik ja gezegd, nou zei hij, ik ben bevriend geweest met Simeonus. Die heeft mij oorspronkelijke man van de HCG-kuur in Rome. Mm-hmm. En die heeft daar ook een wetenschappelijke studie van gemaakt, is gepubliceerd in de Lancet. En toen heeft hij mij precies de richtlijnen gegeven van die HCG-kuur. En toen dacht ik, ja, als ik nu kijk naar het Westen, en zeker nu op de dag van vandaag, dat 55% van de bevolking in Europa overgewicht is. Ja. En in Amerika nog meer kinderen overgewicht hebben. Toen was het voor mij een verdomme feit, ik ga die kuur doen, maar niet als afspankuur. Maar als een verandering van levensstijl. Vandaar dat ik dit boek heb geschreven, je doet de kuur SEC volgens een heel precies protocol waar je niets van mag afwijken. IJzeren discipline. IJzeren discipline. Absoluut. Heel simpel, appeltjes ochtends, 2 keer 100 gram vis en veel groente en een beetje fruit. En je hebt geen water. Precies, je hebt geen honger. Nee, je valt 300 gram tot een halve kilo af per dag. Mm-hmm. Mijn laatste cliënt in 30 dagen 22 kilo. Wow. Dus dat was natuurlijk iets. Een doorn in het oog, waarschijnlijk van de farmaceutische industrie, omdat overgewicht, daar verdienen ze meer aan dan normaal gewicht. Ja, nou is er over overgewicht natuurlijk van alles nog te zeggen, want overgewicht mensen kunnen ondervoed zijn in belangrijke nutriënten. Dat zijn ze ook. En dat zijn ze meestal. Dus vandaar hun hart- en vaatziekte, hun hoge bloeddruk, hun onvruchtbaarheid. Niet zwanger kunnen worden, ja precies. Ja. En hun suikerziekte, hè? Ja. Ja, ja. Maar wat ik zei, ik breng het dus niet als een kuur, maar als een programma, want die mensen leren na dat exacte protocol hoe ze verder in hun leven moeten gaan eten en dat ze dus moeten afblijven van de suikers en dat ze alternatieven moeten zoeken, dat ze volle granen moeten nemen bij beetjes en dat ze de juiste dierlijke eiwitten, de juiste oliën moeten nemen en dan daarnaast ontspanning, ademhalingsoefeningen, meditatie en ook 20 tot 40 minuten 3-4 keer per week bewegen. En als je dat doet, je kunt er gif op innemen, dan blijf je opgewicht. Mensen van 160 kilo heb ik gekregen naar 90 kilo, maar die waren 2 meter lang. Dus die mochten eigenlijk 90 kilo wegen. Ja. En maar die waren 160, die konden hun schoenveders niet vastmaken. Ja. En die zijn nu, lopen ze 2 uur per dag, fors 124 stappen per minuut. En die zijn doodblij, want ze zijn hun suikerziekte kwijt, ze zijn hun hoge bloeddruk kwijt, hun hoge cholesterol kwijt, en ze zijn dus een ander mens. Maar ze nemen geen medicijnen meer. Ja, en ze zijn blij als ze zichzelf in de spiegel zien. Zo is het. En dat heeft waanzinnig veel doorwerkende gevolgen in je leven. En deze man, meneer H., die dat is dus mijn voorbeeldman, toen zei ik, nou joh, bespreek het met je huisarts. Toen zei hij, dat heb ik gedaan. En die zei, een sprookje. Het werkt niet. Ja. Terwijl hij het levend bewijs was. Zo geschrokken was hij daarvan, van het antwoord van de huisarts. Ja, maar dat is ook shocking, toch? Dat de man ziet voor zijn ogen wat er met zijn patiënt is veranderd en dan roept hij nog dat het een sprookje is. Dat is toch wel heel knap. Ja. Dat riekt voor mij naar een soort van vreemde religie. Ja. En ik weet niet of ik dit mag zeggen, maar er is ooit eens een patiënt geweest bij mij die werd behandeld op de VU voor het hoog bloeddruk, suikerziekte en hij was heel zwaar. En het was een Turkse man, die is bij mij gekomen. En die is 30, 40 kilo afgevallen. Zijn suikerziekte was weg en zijn bloeddruk was normaal. En toen moest hij dus tussen die kuur van mij en een half jaar later bij de internist komen. En toen zei die internist, wat is er met jou gebeurd? Toen zei hij, ik heb HCG-kuur gedaan. Het antwoord van de internist was, dat mag niet, dat is verboden. Toen zei die man, hier is het resultaat, dokter. Ja. En toen zei die dokter, heb jij toevallig nog zo'n spuitje? Uh-oh. Toen zei hij, ik heb er nog van 1 dag over, mag ik dat hebben? Dan laat ik dat op de VU, op het ziekenhuis, onderzoeken. Wat kwam er uit? Dit is insuline. Hè? En toen kreeg ik een brief van de inspectie. Die zei, jij gebruikt insuline met je HCG. Toen zei ik, nee, dat gebruik ik niet. Ik heb nog nooit in mijn leven insuline gebruikt.
klaag Organon aan dat zij in hun HCG insuline stopten. En daarmee was het verhaal afgelopen. Oh, wow. Dit is heavy. Ik weet niet of je dit moet uitzenden. Voor mij mag het. Oké. Nee, als het van jou mag, vind ik het prima. Ja. Van mij mag het namelijk ook. Ja. Want dit zijn dingen die vaker voorkomen. Ja. Dit soort spelletjes. Ja. Dus hoe meer mensen weten dat dat gebeurt, hoe beter het is. En wat ik dus vaak zie, is dat reguliere artsen in een soort religie zitten die ze hebben geleerd op de universiteit. En dan alles wat buiten dat zich bevindt, is niet waar of is een sprookje of moet verboden worden of whatever. Ja. Maar voelen ze als bedreigend. Ja. Nou, is er één gevaar hierbij dat als dit in de oren van Organon komt, dan gaan ze mij natuurlijk voor de rechter halen. Want dan zegt ze, ja, jij beklad ons. Hè. Ik beklad ze niet. Ik heb alleen tegen de VU gezegd, als er insuline in zit, komt het niet van mij, maar van de producent van de HCG. Oké. Dat heb ik ze niet beschuldigd. En zo zit dat. En toen is het boek gesloten. Ja, nou in dat geval denk ik dat er een stukje uit moet dan. Oké. Ja, dan zou ik dit hele stukje even overslaan. Ja, goed, hou dat eruit dan. Want dat wordt heel vervelend. Wat je wel kan zeggen natuurlijk, wat u kan zeggen is dat er een patiënt op de VU was en die was geweldig afgevallen. En die was zijn suikerziekte kwijt, zijn hoofdbloeder. Dat de arts toen zei, hoe komt dat? Toen zei hij, ik heb HCG gebruikt. En toen zei die arts, dat mag niet. In plaats van dat hij zei, goh, daar wil ik meer van weten. Ja, maar dat willen ze nooit. Ze willen nooit meer weten. Nee. En dit mag je natuurlijk wel zeggen. Ja, oké. Nou, dan moet ik even vragen of Jeroen dat andere eruit wil knippen en dit in wil laten staan. Ja. Want dat is, dat maakt het lastig. Want we willen natuurlijk niemand in discrediet brengen of moeilijke. Nee, maar goed, ik ben dus na Afrika ben ik betrokken via die Merkelbach die de koningin heeft behandeld en groot succesvol heeft hij mij de kuur van Simeons geleerd. Dat was een vriendje van hem en ik ben dat gaan toepassen op Sint Maarten. En als je in Sint Maarten naar het kerkhof ging en je zag de graven van 50 jaar geleden, dan zag je dat die mensen 99 en 100 jaar werden en zag je de graven van de moderne Sint Maartense mensen, dan zag je dat ze op hun 50ste dood waren gegaan en dat was overgewicht. Want in Sint Maarten was een heleboel overgewicht. En ik heb zelfs een vrouw gehad die heel ernstig ziek was, de voet moest geamputeerd worden vanwege de suikerziekte. Ja. Toen zei ik, wacht 3 weken, ik ga jou deze kuur geven en daarna was de voet aan het genezen en was niet geamputeerd. Ja, kijk. Ja, en de reden van die omslag in gezondheid op Sint Maarten is 3 keer raaien natuurlijk het moderne westerse dieet. Precies. Klopt dat? Ja, op elke straathoek. Ja. Want dat is dus eigenlijk de wetenschap van Western Price die hier weer over tafel komt. Ja. En die dus zag dat bij oorspronkelijke volkeren, als die hun eigen dieet volgden, dan was dat perfect, hun gebitten waren goed, hun neusbasis was breed, niks aan de hand. En op het moment dat ze geraffineerd voedsel gingen eten, volgens westers patroon, kwamen de gaten in de tanden, de kaken werden smal, de tanden gingen door elkaar staan en ellende was het resultaat. Ja. En het is natuurlijk een vicieuze cirkel, die mensen worden, die liepen op Sint Maarten, liepen ze op straat. Toen had je nog geen mobiele telefoons, met de ene hand een draaibaar radiootje dat keihard stond, in de andere hand een fles frisdrank. Ja. En onder hun oksel een wit broodje met vlees, bij wijze van spreken. Ja. En die werden dikker en dikker, konden dus minder en minder bewegen. Dus dat is een vicieuze cirkel. Ja. En dan is het einde van het verhaal. Ja. Dan krijgen ze suikerziekte, onvruchtbaarheid en gaan we door. Ja. Ja, en dan is het zo interessant dat er nog altijd artsen zijn die zeggen, nee, voeding, dat doet er helemaal niet toe. Nee. Nou, je ziet dat niet klopt, want wat wij tegenwoordig als voeding hebben, ik noem dat knutselvoedsel en vloekvoer. Knutselvoedsel is een term van Gert Schuitenmaker. Vloekvoer heb ik zelf bedacht. Het heeft met voeding niks te maken. Wat we op de schappen bij de Albert Heijn en bij de Plus en bij al die andere lui ligt. Nee. Het zijn allemaal dingen die bewerkt zijn, veranderd zijn,
waardoor ons lichaam het steeds minder herkent en er meer steeds toevoegingen in zitten die ons lichaam helemaal niet aan kan. Nee, en als ik een pot bruine bonen koop, tenminste omdat ik ze niet zelf wil weken en maken, of wat ik dan ook koop. Suiker. Allemaal suiker. Ja. He? Tot dan op vlees en ham en toe, dat weet je. Ja. Overal suiker. En waarom? He? Ik bedoel, we hebben het in het verleden gehad over vettax. Vetbelasting. En dat was kennelijk niet realiseerbaar. Dat was eventjes een stuiptrekking van de regering. Maar suikertax zou veel belangrijker zijn, want waarom zijn producten met suiker goedkoper dan dezelfde producten zonder suiker? Omdat ze minder verkocht worden. Ja, precies. Nou, het is interessant dat, en het jaartal moet je me vergeven, nou ja, de jaren 50 denk ik daar op trend. Want in Amerika was elke zomer was er polio onder kinderen. En iemand was toen gaan kijken en die zei van als we nou het volgend jaar eens even al die suiker bij die kinderen verbieden. Hè? Waterijsjes, andere ijsjes, weet ik veel wat van gedoe. Dat hebben ze gedaan. De polio duikelde naar beneden. Maar ja, de suikerindustrie, die kwam van ho, 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 dat vinden wij niet leuk. Nee. Dus daarna was het gewoon weer, toen was polio weer terug. Ja. En in de Tweede Wereldoorlog was er maar één voordeel. Ja, had je al die vaatziekte verdwenen. Ja. Omdat mensen niks meer overgewicht waren. Exactly. In Denemarken, dat is een bekende studie, een wetenschappelijke studie, daar was alleen nog maar bruine rijst. Oh, perfect, ja. Hart- en vaatziekte dramatisch gekelderd. Ja. He? Dat zijn voorbeelden, waarom worden die niet gevolgd? Nou, omdat de powers that so bloody wanna be zijn niet gebaat bij sterke, gezonde mensen. Nee. En ga ik nu naar een natuurvoedingszaak, dan blijft het een probleem om voeding zonder suiker te krijgen in een natuurvoedingszaak. Ja, I agree. In het brood. Ja, brood moet je sowieso niet opvangen. Dat eten heel veel mensen. Overal zitten toegevoegde suikers. En dat is echt onnodig. Als ik suiker wil eten, dan doe ik het zelf al in het eten. Dat hoeft de fabrikant niet te doen. Nee, precies. Nee. En ik denk dat als een firma, als een van die grote zaken als Albert Heijn en hoe heet die allemaal, de Jumbo, suikervrij gaan propageren, dat het heel goed is voor de volksgezondheid en dat ze positieve reclame krijgen. Dus dat is iets wat... Ja, maar suikervrij, daar hangt een bezwaar aan, want dan gaan mensen onmiddellijk denken, oh, dan hebben ze er iets anders in gestopt. En dat moet dus niet, hè? Je moet geen aspartame en saccharine en aspartame K en al die andere rotzooi moet je erbij. Er moet dus echt geen suiker in zitten. Nee. Suiker is een soort cocaïne. Wat ik heb gemerkt, persoonlijk, ik gebruik stevia, hè? De druppeltjes en de gemalen blaadjes en ik heb de plantjes zelf en zo. Enfin. Op het moment dat ik suiker heb gegeten, echte kristalsuiker of zoiets, dan proef ik daarna dat stevia niet meer. Nee. Suiker verdooft je smaakpapillen. Ja. Dus dat is waarschijnlijk een van de redenen waarom het ook overal in zit. Ja. Want je proeft niet meer wat je eet. En ik zie dus dat bij kindervoeding ook overal suiker in zit. Ja. Terwijl als je broccoli kookt, en je hebt een zuivere smaak, hè? Dus je bent niet verpest. Dan is die broccoli, dat water is zoet. Zeker als je tevoren een beetje saus erbij doet, dan wordt het nog zoeter. Ja. Mijn grootmoeder deed bij de aardbeien altijd een beetje zout. Die zei, dan wordt het zoeter. Om het op te leuken. En dan wordt het minder yin. Dan wordt het janger. Okay. En dat is ook, ja, daar mag je misschien niet over praten, maar dat is ook een voordeel. Want yin is natuurlijk vaak heel erg zoetig. Ja. En ja, ik wou dus een lans breken voor het oppassen van suiker, het toevoegen van suiker, maar nog meer voor aspartaam. Ja. Want er is net een studie gepubliceerd en ik mag de naam dus noemen, want het stond in de Volkskrant vorige week, Coca-Cola Light geeft meer diabetes. Ja, ik heb het gezien. Ja. En een vriendje van mij, John Contemulder, heeft een boek geschreven, De Zoete Wraak. Dat gaat over aspartaam. En ik heb een bijbel van 1000 pagina's, zo'n dik boek, van een Dr. Roberts, die alleen maar casussen heeft gegeven van wat aspartaam bij mensen heeft gedaan. En ik was in Spanje met vakantie en ik zat op een terrasje. En dan is het daar niet zo gebruikelijk dat als jij aan een tafeltje voor vier zit, dat er dan een wildvreemd figuur bij komt zitten. Nee, dus er was een man die stond daar een beetje schutterig te kijken.
En ik zei, nou kom maar er maar bij zitten, want die was ook alleen. Ik denk, nou, een babbel vind ik ook nog wel eens gezellig, wie weet. Nou, dat bleek een Zuid-Afrikaan te zijn van Spaanse oorsprong. Dus die was weer teruggegaan naar het moederland. En raakte aan het praten en hij bestelde, ik had een cappuccino en hij bestelde een Coca-Cola Light. En toen kwam die Coca-Cola Light en toen zag hij me daarna zo kijken. Zei hij, is er iets? Ik zeg, nou, weet jij wat je drinkt? Ik zeg, ik wil niet vervelend zijn, maar dat is een beetje mijn vak. En toen zei ik van, ja, die aspartaam die daarin zit, dat kan leiden tot blindheid. En toen werd hij helemaal stil. En toen dacht ik, wat heb ik nou gezegd? En toen zei hij, nou maak je me bang. Ik zeg, nou nee, ik zeg gewoon wat ik weet. Nee, zei hij, je maakt me bang, want ik heb net vorig jaar een oogoperatie gehad. Ik zeg, lief schat, dat is dus niet nodig als je ophoudt met deze zooi. Dus laat dit ritueel je laatste glaasje zijn. Maar het besef van mensen is echt over dat soort dingen 0,1 vetvlek. Maar weet je trouwens waarom aspartaam toegestaan is door de Food and Drug Administration in Amerika? Ja, door een malversatie van meneer Rumsfeld. In verband met een Amerikaanse president die suikerziekte had? Oh, dat verhaal? Ja, nee. En die hield erg veel van frisdranken. Mm. Ik noem geen namen. En die zei, ja, maar ik mag geen frisdrank, het zit suiker in. Dan doen we het anders. Ja, aspartaam is verboden door de FDA en dat heeft hij als president overruled. En toen mocht het. En nu mag het. Daardoor. Ja, ja, dat is een tweede factor in het verhaal. Ja. Wat ik weet is dat Rumsfeld zat bij Searle en dat was degene die aspartaam had onderweg. En toen Rumsfeld in de overheid kwam een tijd later, heeft hij gezorgd dat het dus wel werd goedgekeurd. Ja. Dus daar zijn allemaal rare verschuivingen, ook weer wetenschapsfraude, dit was zoals zoveel er is. Ja. Omdat wij in het algemeen, niet alleen in Amerika, maar net zo goed hier in Europa, wij worden corporatistisch aangestuurd. Ja. Het zijn de big corporations, de multinationals, die hebben het voor het zeggen, die hebben de politici in hun zak en die vertellen hoe en wat. En dat is dus ook mijns inziens de reden dat wat ik het ondervoedingscentrum noem, dat die dus boekjes uitgeven met de tekst daarin van ja, en dan is er zoiets als E-nummers en die zijn allemaal verschillend, maar één ding hebben ze allemaal hetzelfde, dus ze zijn allemaal veilig. Nee, E301 is veilig. Dat is natriumascorbaat, dat is vitamine C. Maar E951, aspartaam, en E621, MSG, monosodium glutamate, zijn hersenvergiften. Niet veilig. Levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk. En dan roepen ze dus gewoon dat het niet waar is. En dan komen we dus op een ander ding wat ik steeds opnieuw zie, wat jij ook herkent. Is de cognitieve dissonantie die er optreedt als jij iets tegen mensen zegt die zijn opgevoed binnen het universitaire kader, artsen of anderszins. En jij zegt iets wat buiten die 9 punten van hun tuintje valt. En dan ben jij altijd gek. En hebben zij altijd gelijk. Ja. Ja. Zo is er een beroemde Amerikaanse cardioloog. Dat was de cardioloog van, hoe heette die filmster, die ook president is geworden? Reagan? Reagan. Dean Ornish, wereldberoemd. Oh, Dean Ornish, ja. Veel boeken geschreven. Mm-hmm. Die heeft 1 boek geschreven over voeding bij hart- en vaatziekten. En zegt, als jij dus een dreigend hartinfarct hebt en je hebt dat en je moet een bypass krijgen, ga eerst 1 jaar mijn voeding volgen. Ja. En dan ben je klaar. En dat heeft hij aangetoond. Mm-hmm. En dat heeft men hem niet in dank afgenomen. Nee. Maar niemand kon hem iets doen, want hij was zo verschrikkelijk beroemd al. Ja, precies. Dat is dan zijn bescherming. Ja, precies. En die HCG is natuurlijk verboden op een gegeven moment 2010. Ik heb het van dus. Ja, leg even uit. HCG is humaan choriogonadotrophin hormoon. Ja. Dat is het zwangerschapshormoon dat een vrouwlichaam aanmaakt op het moment dat de eicel is bevrucht. Ja, en op dat middel is de zwangerschapstest gebaseerd. Die is positief omdat het omhoog gaat. Ja. Ja. En dat middel haal je dat weg, dan krijgt die vrouw een abortus. Ja. Bij een daling van HCG in haar bloed. Zij heeft in haar bloed in de zwangerschap tot 2.100.000 tot 2 miljoen eenheden van die stof zitten.
Mm-hmm. En die wordt gemaakt door de moederkoek, door de placenta. Mm-hmm. En dat is dus eigenlijk geen hormoon, want de placenta is geen hormoonklier. Nee. Hè? Dus eigenlijk is het een foute naam, maar ja goed, we gebruiken het nu allemaal. Het is geen hormoon, het is een bepaald eiwit, een lipoproteïne, een eiwit dat vet afbreekt. Hè, waardoor het moederlijke vet naar de baby komt en de baby gevoed wordt. Ja, ik zeg het nu heel populair, maar dat is wel... Nou ja, dat is de korte versie, ja. Zo, ja, ja. Als zodanig bekend. Ja. En die kuur... Dus dat vetafbrekende... Ja. Gebruik je die eigenschap bij het... Ja. Toedienen van HCG als je in die ja. sessie gaat, in die levensstijl gaat van ja. die kuur. Ja. Ja, dat is zo. Alleen ja. gebruik je dan... Je gebruikt mini. 125 eenheden in plaats van 100.000 tot 2 miljoen. Ja. En dat is dus zo minuscuul dat je het niet eens meer een medicijn kunt noemen. Nee, het is bijna homeopathisch. Bijna homeopathisch. Ja. En... Ze winnen, of ze wonnen dat, want ik heb dat ook gedaan, op zo'n ja. potje gepiest, ja. zwanger en wel, uit urine van zwangere ja. vrouwen in een bepaalde periode, ja. de beginperiode, niet helemaal tot het eind. Nee, want dan, nee, want dan loopt het weer terug omdat dan de bevalling eraan komt. Ja. Ja. Maar in die beginperiode, dan ben je dus maanden bezig om op zo'n pot te piezen, en die grijze dingen die worden ja. dan weggehaald elke dag, ja. of elke twee dagen, en ja. dan wordt het daarvan gemaakt. En daar wordt het uitgehaald. Hoeveel zit er in die urine? Hoeveel in dat weet ik niet. Ongeveer? Dat weet ik niet. Nee. Maar daar wordt het dus uitgehaald, ja. en er is natuurlijk heel veel kritiek geweest van ja, zwangere vrouwen, die lazen op internet of waar dan ook, dat artsen een hoge prijs boden, lieten betalen, door hun zwangerschapshormoon uit hun urine te gebruiken om mensen te laten afvallen. Ja, dat snap ik. Ja. Maar dat komt natuurlijk omdat die arts dat hormoon kostte niks. Het kost een tientje voor een kuur van 40 dagen. Mm-hmm. Maar de investering van tijd en uitleg hoe je je leven moet veranderen, dat kan je samenvatten in 4 tot 5 consulten. En dat bepaalt de prijs van de kuur. Dus die kuur was niet zo dat de HCG duur verkocht wordt. Nee. Maar gewoon, als jij naar een... Een package deal. Als jij naar een educatie deal. Ja. Hè? Als jij naar een anesthesie krijgt, of die mensen die krijgen ook een uurloon van €125. Dus als je dat een paar keer hebt, mm-hmm. dan heb je de kuurprijs binnen. Ja. Hè? Maar dat ligt niet aan de HCG. Dat is dus een verkeerd idee. Oké, ja, dat is interessant dat je dat zegt, maar het geeft een heel ander licht. Precies, ja. Maar daarbij heb ik diverse patiënten in mijn praktijk gehad die mislukte reageerbuisbevruchtingen gehad hebben. En daar wordt hetzelfde HCG voor gebruikt. Ja. In 2 of 3 keer injecties van 10 tot 20.000 eenheden om een ijsprong te forceren, zeg maar. Ja. En die krijgen dan, toen ik begon, 10 tot 20% kregen ze een positief effect en daardoor werden ze zwanger. Mm-hmm. Maar in mijn praktijk heb ik vele patiënten gehad die zeiden ja, ik heb een reageerbuisbevruchting gehad, maar het ging niet. Ik zei nee mevrouw, u bent 20 kilo te zwaar. En daarom? En die vielen af en ze werden spontaan zwanger. Ja. Ja, nou geloof ik dat het niet alleen het overgewicht is, maar ook hoe je vitamines en mineralenstatus is. Want dat is wel ook een 2-eenheid. Ja. Daar werk je ook aan dan met die mensen? Daar werk ik ook aan. Ja, dat is wel belangrijk om erbij te zeggen. Tijdens die kuur krijgen de mensen al een goede multivitamine. Hè? Ja, en dat is meestal wat ze meer dan wat ze zelf gedaan hebben. Ja. En ook vitamine C extra en, ja. Eventueel juiste visoliepreparaten als ze dat nodig hebben of tijdens de kuur visolie? Nee, even daarna. Ja, want tijdens de kuur, die eerste 3 weken, mag je geen vetten hebben. Je mag niet eens een vette pan aanraken, nee, zo nee, erg is nee, het. Nee, maar dit is dus de tweede fase, als de kuur afgelopen is, dan leren ze hoe ze verder moeten leven. Ja. En als je die voedingsvoorschriften uit mijn protocol, of eigenlijk Simeon. Ja, maar Simeon had alleen het protocol voor het afvallen. Ja. Maar ik heb een protocol ingevoerd van gezond verder leven. Stappenplan. 3 stappen, hè? Ja. Kuur 1. En 2 is aanpassingsfase. Aanpassen naar het normale leven. En 3 ga je verder doen de rest van je leven. Ja. En daar past in, zoals onze overgrootouders 100.000 jaar geleden, die hadden omega-3 olie. Ja. Want al het wild dat ze aten was omega-3. Ja. En ze aten geen mais,
amper. Nee, en dat is omega 6. Ja, en suiker. En 6. Maar omega 3 en omega 6 moeten een verhouding hebben van 2 op 1. Ja, en dat is helemaal uit de pan. Ja, dat is nu 1 op 22. 22. Ja. Oh, 6, ja, precies. Hè? Ja, dus heel veel 6, ja. wat leidt naar ontstekingen. Aangetoond door professor Campbell van Emory Universiteit, die heeft een boek geschreven, The China Study, ja. Daar staat in dat omega 6 100% verantwoordelijk is voor borstkanker en prostaatkanker. Dus als jij maar voldoende omega 3 neemt en minder omega 6, dan heb je al een preventief voedingspatroon om te voorkomen dat je borst en prostaatkanker hebt. Ja, maar het is inderdaad die verhouding tussen omega 3 en omega 6. Omega 3 is anti ontsteking. En de omega 6 leidt juist tot ontstekingen. En als je die balans meer naar omega 3 kunt laten doorgaan, en dan kun je dat het beste doen door vette vis te eten, makreel en sardientjes en haring en zo. Ja. Voor zover dat nu nog kan. En lijnzaadolie is een natuurlijk product met omega-3. Ja, kan je beste denk ik toch de volle lijnzaad zelf in een smoothie doen, waardoor de lijnzaad dan breekt en je het meteen opdrinkt. Want alle oliën die zijn eigenlijk al kapot als ze in de fles zitten. Ja. Toch zie ik goede resultaten met mensen die zeg maar 6 kilo moeten afvallen en die komen voor die kuur. Ik zeg nou, weet je wat je nou doet? Ik heb je voedingspatroon gezien. Ga jij nou 3 keer per dag een lepel lijnzaadolie nemen? Ga een beetje minder suikers nemen. En blokkeer een beetje je gluten, dan zie je dat die mensen echt in een maand 6 kilo afvallen. Zonder HCG? Zonder HCG. Oké. En dan, dat is dus ook mijn advies voor na de kuur. En dan snijdt het mes aan 2 kanten als we het weer over de schildklier hebben, want een lage schildklier komt dus veel meer voor dan men dacht. Ja. Ik denk 2-3%, maar dat is absoluut niet waar. Oh nee, ik geloof niks van. Ik denk misschien wel 30%. Alleen kun je het niet in bloed aantonen. Nee, het is een klinische diagnose. Je moet het zien en je moet het uit de verhalen van de cliënt halen. Je moet het uit de verhalen van de cliënt halen. Een van de dingen waar je het aan kunt zien is het buitengedeelte van de wenkbrauw die uitvalt. Ja. Ik heb dat ook. Ja, van de wenkbrauw. En gewoon natuurlijk haaruitval, koude handen en voeten, stemmingswisselingen, makkelijk aankomen. Dat heeft te maken met die lage schildklierwerking. Ja, dus morgens een hele lage bodytemperatuur hebben voordat je opstaat. Ja. Ja, dat soort dingen. Ja. Ja, mijn moeder die zei, ik was een nakomertje voor haar, en die zei van ja, jouw bevalling heeft mij al mijn wenkbrauwen en mijn wimpers gekost. Zo. Die wimpers waren een beetje terug, maar die wenkbrauwen zijn eigenlijk nooit echt teruggekomen. Nee. En dat is zo vervelend, dat ga je in het bloed testen. En er zijn er waarden voor bijvoorbeeld de meest precieze test voor de schildklier heet de vrije T3. En die wordt in Nederland amper gedaan. Heeft dat met geld te maken? Is dat een test? Weet ik niet. Maar dan liggen de waarden tussen de 2 en de 6. Hmm. Dat is een groot verschil. Ja. Dus die test is onnauwkeurig. Ja, als de waarden tussen 2 en 3 liggen, nou ja, dan is die nauwkeurig. Ja. Dus als er zo'n grote, dat noemen ze range is, zo'n groot bereik, dan is die test onnauwkeurig. Ja. En is die, heb je dus 2,1, dan zegt men, je hebt een normale schildklier. En heb je 5,9, dan heb je ook een normale schildklier. Maar dan voel je je lekker en bij 2,1 niet. Helemaal dus niet, wat je kunt doen is, en dat mag eigenlijk niet volgens het protocol van de huisarts, denk ik, als je 2,1 hebt, dan geef je ze schildklierhormoon, natuurlijk schildklierhormoon, tot ze 5,6 of 5,9 of 6,1 hebben. En die mensen voelen zich herboren. Die zeggen, had ik dat nou 10 jaar eerder gedaan? Hmm. Dus dat is erg leuk. En dus die, als je op 2,1 zit, dan heb je dus een subklinische. Ja, heb je echt een probleem. Dus, dus de klachten die gelden meer dan de bloedtesten. En de schildklier is een orgaan, dat is een vlindertje wat zeg maar in je keel voorin zit. Ja. Hè? Vandaar dat als het niet goed gaat en het ding zwelt op, dan hebben mensen kroep, hebben ze zo'n dikke keel. Maar die regeert, of die beheerst energie in je lichaam en ook hormoonhuishouding. Ook hormoonhuishouding, maar ook de vetverbranding. Okay, als die plat is, dan word je dik. Ja. En als je dik bent, kijk, ben je 60 kilo, eventjes, hè, dan heb je een borrelglaasje schildklierhormoon.
nodig. Maar ben je 120 kilo, dan moet je 2 borrelglaasjes hebben. Maar die heb je niet, want je hebt er maar 1. Ja. Dus dan word je dikker en dikker en dikker. Ja. Dus geef je die persoon, dus tussen aanhalingstekens, 2 borrelglaasjes schildhierhormoon, dan gaan ze afvallen. En bij 60 ga je de behandeling stoppen, want dan neemt de schildklier het over. Dus zodra ze hun gewicht kwijt zijn, is hun schildklier, die heeft dus een die kan weer wakker worden en gewoon aan het werk gaan wat hij altijd deed. Die heeft vakantie gehad. Ja. Maar je moet niet overdoseren, want dan leg je de schildklier plat. Ja, want dat was mijn volgende vraag. Dus daar moet je heel goed voor zorgen. Ja. En daar is men nogal bang voor. Ja. En ik ben onlangs voorgesteld aan een internist hier in Nederland, die mij aangevallen had over het feit dat ik natuurlijk schildklierhormoon gaf. Die zei, meneer Van Lid, dat hoort in de prullenbak, of dat haalt u zeker bij de drogist. Dat vond ik zo denigrerend. Toen zei ik, u moet uw literatuur nakijken, want toen ik afstudeerde, toen de Universiteit van Leiden, nog één op de, in de wereld volgorde stond, een van de beste universiteiten, nu staan ze op nummer 200, weet ik niet hoor, maar heel laag. Ja. Toen was dat natuurlijk schildklierhormoon de gouden standaard. En dat heeft u nooit geleerd. Nee, toen had u nog de luiers aan toen ik was afgestudeerd. Dus u heeft het alleen maar over chemisch schildklierhormoon. Ja. Ja. En dat werkt niet, want dat is T4. En dat werkt pas als het in T3 is omgezet. En die omzetting kunnen heel veel mensen niet maken. Die kunnen mensen niet maken. En zeker mensen met een zink-selenium tekort. Kijk. Kunnen dat niet maken. Ja. Hè? Ja. En er wordt alleen maar T4 gemeten in Nederland. Of een TSH, dat is dan ook een gevoelige test van hoe de schildklier zit. Maar dat snijdt geen hout. Je moet die vrije T3 weten. En die moet je, als je die 's ochtends neemt en 's avonds, heb je verschillende waarden. Dus die test is niet echt betrouwbaar. Dus ga op de klachten af. En ik was een keer in de bibliotheek. En toen heb ik de Tabers Encyclopedia, weet ik veel hoe die mee heet, dat ben ik nu vergeten. Dat was een encyclopedie over geneesmiddelen uit 1938. Oh, geweldig, ja. En daar stond in, de schildkliertesten zijn onbetrouwbaar. Ga op de klachten. Ja. En dat was dus de Bijbel van de artsen in 1938. Ja. Ja, wat dat betreft is er een hoop bijgeloof opgewaardeerd tot waarheid in geneesknudde, zoals ik dat dan noem. Ja. Omdat Big Pharma belang heeft bij veel ziekten en veel zieken. Ja. Dat is mijn korte versie van de werkelijkheid. Ja. Ja. En wat ik dus bij artsen die ouder zijn dan 50, zeg maar, zie, is dat die een ander soort opleiding hebben gehad. Hè? Nou, 60 zeg maar, want het is heel snel is het misgegaan. Ja. Hoe oud ben jij, Dirk? Ik word 76. Jij wordt 76. Nou, Hans Molenburg is 86 of 88 of zoiets. Ja. En Koos Beunk is 83 of zo. En jullie hoor ik dus dit soort dingen zeggen. Ja. Hè? Bijvoorbeeld Hans Molenburg zei van een zwangere vrouw moet je afblijven. Dan moet je geen vaccins en geen pillen en niks meedoen. Nee. En tegenwoordig willen ze dus zwangere vrouwen zelfs kinkhoestvaccin en weet ik wat voor onzin gaan geven. Ja. Levensgevaarlijk. Ja. Ja. En dan denken de artsen van tegenwoordig dat dat dus de gouden standaard is, omdat dat hen op de universiteit wordt voorgekauwd. Maar het is niet de realiteit. En dat vind ik beangstigend. Dat hè, als jullie generatie uitsterft, dan gaat er met jullie een heleboel informatie weg die van levensbelang is. Ja. Omdat het levensconforme informatie is en niet manipulatie van Big Pharma. Nee, dat is zo. En die protocollen die ze hebben, die staan dus in de computer, ja, die worden gevolgd. Dat is een dictaat. Dat moeten ze volgen, want je raakt je bel kwijt. Ja. Je wordt eruit gegooid. Ja. En er is een periode in mijn leven geweest dat ik heel veel stress had. En ik ben een hardloper en na 5 minuten hardlopen begon ik toch enorm te ademhalen en toen dacht ik, god, wat ben ik moe. En toen dacht ik, hypochondrisch als ik ben, ik ga naar een cardioloog. En die heeft me getest. Die zei, ja, dit is het protocol, ik geef u die en die en die en die medicijnen, maar dat is louter preventief. Ik zei, hoezo? Huh? Ik krijg een cholesterolverlager. En mijn cholesterol was al te laag. Toen zei ik dat. Ik heb een lage LDL, dat is dus, en een hoge HDL, dus het goede cholesterol. Ja. Waarom krijg ik cholesterolverlaging? Weet je wat zijn antwoord was? Protocol. Het staat in het boekje. Ja. Maar dat is toch achterlijk? Ja.
Ja, nee, dat is precies mijn punt. Het is het dictaat van Big Pharma wat gevolgd wordt en niet het welbevinden van de cliënt, patiënt of hoe je het noemen wil. Nee. Nee. En dat is het enge. Ja. En het wordt religieus gevolgd. Ja. Ja. Inderdaad. En als je iets anders zegt, dan kunnen ze niet eens horen. Ik had mensen in dokter Jozef, althans dat is niet haar echte naam, had ik bij Argos Oog in mijn radio-uitzending. En die heeft een aantal boeken geschreven over cholesterol en cholesterolverlagers en weet ik wat. En een van de titels van die boeken was statines of hoe je wil doodgaan per één cel tegelijk. Ja, ja. Vrij vertaald naar de titel, ja, ja. Hoor. Maar, en zij had dat boek geschreven, ze deed dan een stelling, hè. Ze zei van nou zo en zo. En dan volgde een riedel literatuur eronder van wat er ging over wat zij net had gezegd. En zo stond dat hele boek vol. Dus het was niet een gezellige roman die je van cover tot cover kon lezen. Nee. Maar als je wil weten hoe het zit, dan moet je dat boek hebben. En dan kun je dus precies zien wat zij zegt klopt, want dat heeft ze niet alleen zelf gezien, heeft daar onderzoek bijgevonden, wat dat bevestigt. En zo gaat dat hele boek verteld dus hoe gevaarlijk die statines zijn. Ja, en dat komt, geloof ik, ben daar niet helemaal zeker van, dat dat is een stof, ubiquinol, cutine. Ja, ja, ja. Die gaat kapot. Die gaat kapot, ja. En daardoor is je kans op hartinfarct zelfs groter. Veel groter, yes. Ik zeg dat niet als een statement, maar ik heb dat gelezen. Ja, nee, maar dat klopt helemaal, want dat is het. Dat is inderdaad het verhaal daarvan. Ja. Ja. En overigens is LDL en HDL is niet echt cholesterol, maar dat zijn eiwitten. Leidend tot of voor de omzetting van, weet ik veel. En dat zijn stoffen, je hebt cholesterol nodig voor je hormoonvorming. Dat heb je. En het is ook altijd een individueel verhaal. Net zoals je bloeddruk, een individueel verhaal. Ik ben pas normaal qua bloeddruk als ik zwanger ben. Ja, ja. Om maar eens te noemen. Ja. Een lage bloeddruk hoort bij mij. Ja, ja. Maar ja, kijk, onze voorouders, die hadden waarschijnlijk een heel laag slecht cholesterolgehalte, want die aten alleen maar omega 3. En dan gaat je slechte cholesterol, je houdt wel je cholesterol en je LDL, je HDL, dat is je goede cholesterol, waarmee je je hormonen kunt maken. Maar die achterlijke hoge slechte cholesterol, dat komt puur door roken, koffie, in koffie zit cholesterol, en het verkeerde vlees eten. Ja, en daarom dat je tijdens de kuur je cholesterol zo dramatisch ziet dalen. Want die mensen die zeggen, eet vis, ja, en als je vlees eet, eet dan heel mager kip, maar geen ander vlees. En je ziet ze in 3 weken dat je cholesterol daalt. Ik heb nog nooit een idee gehad wat mijn cholesterol zou zijn. Ik ben ook absoluut niet geïnteresseerd om dat te weten. Nee. Het enige wat ik wel weet is dat mensen met hoge bloeddruk, die hebben waarschijnlijk veel te weinig vitamine C gebruikt, waardoor hun vaten kapot gaan. Want je hebt 1000 milligram per dag nodig om je vaten, je oude cellen en je nieuwe cellen uit te wisselen. Daar heb je vitamine C bij nodig, want vitamine C is een opbouw voor collageen. En collageen is de stof waar je vaten en je botten van worden gemaakt. Dus heb je te weinig vitamine C, wordt dat niet gerepareerd, gaan je vaten stuk. En dan gaat het lichaam daar cholesterol in plakken om die gaten te dichten. Heb je dan nog niet genoeg vitamine C en dan gaat dat cholesterol gaat verharden, gaat calcificeren. Ja, en dan krijg je dus een probleem met je bloeddruk. Ja. Maar cholesterol is niet een punt van dat het hart- en vaatziekte creëert. Nee. Nee, het is een reparateur die gewoon te lang moet blijven zitten. Ja, ik heb hem wel eens laten vertellen dat je het kunt vergelijken met als je een elektrische koeker hebt, dan krijg je kalkaanslag. Ja, als je vieswater gebruikt. En als je de azijn in doet, vitamine C, dan wordt die kalk opgelost. Absolutely. Ja. Zou dat kunnen zijn? De voeding is enorm veranderd. We hadden het net even over tussendoor. En dat geldt voor melk net zo, maar dat koeien en koeienvlees en het ossenwit, hè, dus het vet van koeien, dat allemaal is veranderd omdat wij anders met koeien zijn gaan omgaan. Ik herinner me toen ik in de Betuwe woonde, dat had ik een buurman en die had een keuterboerderijtje en die fietste elke dag met zijn 4 melkbussen in een karretje achter zijn fiets, fietste die naar de dijk, naar de uiterwaarden. En dan zouden die melkbussen heen en weer in die uiterwaarden om zijn koeien te melken.
kwam hij thuis met die vier volle melkemmers, nee, hoe heet dat, bussen. En dan ging zijn dochter, die ging met een zeef van het papier, een grote zeef van het papier, dus dat, die melk zeven. En dan ging het naar de melkfabriek. Maar ik kwam dus met onze melkkoker, van aluminium, helemaal fout natuurlijk, kwam ik en dan een litertje melk halen. En dat was dus de melk waar zo'n roomkraag op dreef. Ja. En soms, die melk was dan nog warm van de koe. Ik had Pfeiffer door mijn pokkenvaccin wat ik had gehad als baby. En toen ik dus 10 was en in die Betuwe kwam wonen, heeft die melk mij over die Pfeiffer heen geholpen. Dat is hoe... Ben jij het anders gepost voor? Ja, oeverloos. Oh, okay. Ja. Nee. Ja? En ik heb het met mijn kinderen, de laatste twee is het ook oeverloos geweest, die andere twee, die eerste twee gingen niet zo goed mee, maar ik heb dat altijd wel heel bewust geprobeerd goed van elkaar te krijgen, want ik weet dat dat het allerbelangrijkste is voor het begin van het leven van de baby. Ja, maar de borstvoeding, melk, dat is de trigger geweest door koeienmelk te gaan drinken, want de grootmoeder van mijn vrouw, die 106 geworden is, die zei, weet je, toen ik klein was, ging je naar de apotheek, dan kocht je een ons, dus 100 gram, suiker. En dat deed ons gezin met 7 kinderen, deed daar 2 weken mee. En nu is het suikerverbruik zoveel, dat ik geloof dat de mensen een ons per dag nemen gemiddeld. Ja, ik weet het niet. Ja. Maar toen zei ze ook met melk. Hè? Wij hadden, ja, de boer had melk. Maar je kon het niet overal kopen. En wij hadden misschien 1 keer per week of 2 keer per week een glaasje melk. Maar die gepasteuriseerde schoonmelk, dat is natuurlijk wel regelrecht van ons. En toen had je geen osteoporose. Nee. He, en geen, maar lactoseproblemen, dat is een van de gevaarlijke dingen nu van de melk en de omega 6. Ja. Caseïne is een gif. Oef. En daar wordt kaas, dat zit in kaas. En dat is omega 6, waar we het eerder over gehad hadden, hartproblemen en prostaatproblemen en borstproblemen, die komen daaruit. Die komen er allemaal uit. Ja. He, en dat was vroeger natuurlijk veel minder. Bovendien bewogen die mensen. Ja, ook. Maar de melk was anders van samenstelling. Ja. En maar 200 jaar geleden, toen dronk men geen melk. Nee, dat was er niet. Oeverloze melk drinken, dat is een heel verhaal wat ik even moet terughalen uit mijn geheugen. Maar dat heeft te maken met het zuivelbureau, of hoe het dan ook heette. Ja. Die zijn op een gegeven moment in de jaren 40 of ergens daar in die buurt, zijn ze begonnen met dat allemaal te entameren. En iedereen moest melk drinken. En dan krijg je dus dingen als melkmoed en Joris Driepinter en dat soort gedoe allemaal. Ja. Maar melk zitten dingen in waardoor calcium aan je botten wordt onttrokken. Dus dat het tegen osteoporose is een aparte leugen. Broccoli, daar zit meer magnesium en calcium in dan in een glas melk. Vooropgesteld dat het niet een broccoli is die op graswol is gekweekt natuurlijk. Nee, dat kan ook. Allemaal geleugen. En bovendien, in melk zit geen magnesium. En calcium wordt niet opgenomen in het lichaam zonder magnesium. Dus als jij melk drinkt, wordt het niet opgenomen. Nee, maar die kalk is ook niet de kalk die wij aankunnen. Nee, dat is koeienkalk. Voor dikke botten. Exactly. Ja. En dat is ook een van de redenen waarom dus die problematiek die bestond in de Tweede Wereldoorlog en in de armere periodes. Toen waren de mensen misschien wel uitgehongerd en ze hadden een tekort aan vitamine. Maar de dingen die gevaarlijk waren, die nu in de voeding zaten, die hadden ze niet. Die hadden ze niet, nee. Ja? Nou ja, het is hetzelfde toch toen het ijzeren gordijn viel. Dat bleek dat in Oost-Duitsland mensen slank en gezond waren. Omdat er dus een heleboel van die bullshit die wij dan vinden dat we moeten eten, die was er helemaal niet daar. Nee. En hun geneeskunde was ook een hele andere geneeskunde. Was ook niet door Big Pharma verziekt. Dus ze deden veel meer dingen met kruiden enzovoort. Dus voor die kennis moet je nog steeds daar zijn. Plus dat Oost-Duitsers heel veel contact hadden met Russische artsen die überhaupt een heel ander beeld hebben over gezondheid, want die merken, of die halen mind en body bij elkaar. Ja. En dat is zo belangrijk. Ja. En dan is er nog een leuke studie uit de Tweede Wereldoorlog, uit de Vietnamoorlog,
daar werden eigenlijk vanwege wetenschappelijke nieuwsgierigheid, werden jonge soldaten die doodgeschoten waren, daar werd naar het hart gekeken. En toen bleek die al vaak voor 50-60% vol sclerose te zitten, ja. Arteriosclerose. Ja, ja. Een tweede studie die gedaan is, is dat die prisoners of war, de krijgsgevangenen, die in de Vietnamese gevangenis kwamen, mm-hmm. als ze eruit kwamen, hadden ze geen arteriosclerose meer, want ze hadden zo mager gegeten, dat was gewoon helemaal veranderd. Ja. Dus ja, dat is hetzelfde verhaal als de Tweede Wereldoorlog en het verhaal van Denemarken. Hè? Mager eten en gezond eten, dat is wel degelijk een middel om tegen hart- en vaatziekten. Ja, ik weet dat mager, dat stel ik nu een beetje ter discussie door de boeken die ik nu heb gevonden. De Big Fat Surprise, een boek wat net is verschenen. En dat gaat erover dat die oorspronkelijke vetten die wij gebruikten vroeger. Wat in dat boek, wat ik noem nu de Big Fat Surprise, in de inleiding staat dat de afgelopen 60 jaar hebben wij minder vet moeten eten, volgens de folklore. En hart- en vaatziekten zijn niet verminderd. En deze onderzoekster, journalist, die is gedoken in dat verhaal en die is gaan kijken naar wat wel. En die kwam dus bij die ouderwetse vetten uit, van dat dus vetten zijn die ons lichaam nodig heeft. Dus als je dat weer gaat eten, maar niet in idiote hoeveelheden. Onze voorouders aten geen patat friet wat in olie wordt gefrituurd, die god maar weet hoe lang wordt gebruikt en hergebruikt. En die oliën zijn vaak omega 6 dingen, precies. Plus dat ze giftig worden boven een bepaalde temperatuur en dat is met frituren altijd. Ja. Dus dan maak je alweer een probleem. Ja. Eigenlijk zou je moeten eten zoals je bedovergrootmoeder at. Dat wil zeggen langzaam de boel verwarmen, dus niet met een inductie. Of een oliepitje. Ja, een petroleumstelletje of weet ik veel, zoiets. Hè? Of boven een houtkachel of zo. Ja. Dingen gebruiken zoals groeien in de omgeving, in het seizoen. En vlees wat eigenlijk wordt gejaagd. Ja. Dus niet wat wordt massa geproduceerd in allemaal enge dingen waardoor ze allemaal vol zitten met antibiotica en weet ik wat voor ellende en troep en noem maar. Ja. Daar zouden we weer naartoe terug moeten. Ja, dat is helemaal goed. Dat zijn in feite ook niet alleen twee generaties terug, maar langer terug. Ja, ja, ja. Ja, ja Western. Western Price zag de omslag tussen 1900 en 1930. Ja. Dus we moeten eten van voor 1930. Ja. En dat las ik, daar kwam ik laatst tegen, de hoogste in infectieziekten die er was, die is gigantisch gekelderd op het moment dat er betere sanitaire omstandigheden kwamen, dus riolering, handen wassen, waterleiding, dat soort dingen. Niet de stront op straat smijten, de lijken keurig diep onder de grond of op een andere manier wegwerken. Maar ook dat er werd bijvoorbeeld sauerkraut kwam er op de een of andere manier. Ineens. Hoe dat precies zit, moet ik nog even achterheen. Maar zuurkool is heel hoog in vitamine C. Een van de dingen waardoor er smallpox-epidemieën waren, pokken-epidemieën, was na een slechte oogst. Als mensen dus weinig vitamine C in hun lijf hadden. En het werd niet van mens op mens verspreid, zoals meneer Jenner heeft laten denken. Nee, het werd verspreid door de bed bugs. Ja. The bed bug. Don't let the bed bug bite you. Dus ja. Wij zijn, en dat is een beetje het waar ik naartoe wil, het kader waarin we in worden opgevoed, is een kader wat niet noodzakelijkerwijs het juiste waarheidsgetrouwe kader is. Nee. En dan komen we weer terug op wat ik zei, van dat artsen van oudere stempel, als die uitsterven, dan sterft er dus ook een heleboel traditionele goede kennis uit. Nee. En ook, zeg maar, als hoe heet die ook alweer? Nou ja, Mellie Aldert en
Klazien uit Zalk en dat soort figuren, hè, dus die de volkswijsheid hadden van kruidengeneeskunde enzovoort. Naarmate dat weggaat, is het ook een probleem. En dat gaat nu dus met hele rassen schreden, omdat de regelgeving vanuit VWS nu zo is dat er op een potje van een homeopathisch product of van een kruidenproduct mag niet meer staan waar je het voor moet gebruiken. Dus nee. Mensen weten straks helemaal niet meer van hoe het in de hand. Nee, dat is zo. Wat heb jij daarvan gezien bijvoorbeeld in Afrika? Je had het erover voordat we even spraken van dat er in Afrika was geen overgewicht. Kun je daar iets over zeggen? Nee, er was geen overgewicht omdat mensen dus ongelooflijke afstanden liepen. Ja. He, heel veel lichaamsbeweging. Ze hadden natuurlijk ja, een bepaalde vorm van stress als ze honger hadden. Hmm. Maar in feite kabbelde het leven voort. En ze hadden vaak te kampen met dingen als malaria, mm-hmm, ja. Hè, infectieziektes, waardoor ze vaak doodgingen. Mm-hmm. En ze hadden ook vaak geen, ja, uit diepe woesten aten ze gewoon een groente van het land en daar was eigenlijk niks aan de hand. Maar echt in bepaalde gebieden waar overbevolking was, waar oorlogen waren, daar was natuurlijk hongersnood. En dan zag je die kinderen, zoals ik er ook uitgezien heb in een Japans concentratiekamp, dat je gewoon alleen maar nog botten ziet. Ja, biafraantjes. Precies. Ja. En dat was een probleem in Afrika. Maar het grootste probleem waren natuurlijk de infectieziektes. Mm-hmm. Ja, onhygiëne en, ja. En dat soort dingen meer. Slecht drinkwater en. Ja, en de bilharzia, ja, bijvoorbeeld de beesten in het water waar mm-hmm. ze gingen zwemmen en zo. En ja. Dan, parasieten ook. Al die parasieten, ja. Dat was het probleem vandaar. En dat heeft natuurlijk te maken met. Sanitair met mm-hmm. Ja, ook. En het feit dat het bij jou binnen kan komen is omdat jij een systeem hebt wat een immuunsysteem heeft wat niet paraat is. Ja. En dat kan dus door stress, door honger. Ja. Want dat is ook een vorm van stress natuurlijk. Ja. Maar goed, ik heb het dus, als ik over magere mensen heb, heb ik het natuurlijk niet over mensen die uitgehongerd zijn. Nee. En je zag toch dat presidenten en zo van landen waar ik gewerkt heb, dat die toch te dik waren. Ja, die vragen vonden van alles wat zij tot beschikking hadden, maar wat niet noodzakelijkerwijs goed voor hun gezondheid was. Nee. Klopt. Ja. Dus, maar het overgewicht wat ik vandaag de dag zie, wat inderdaad, ik zie het als ik kom jaarlijks in een dorp in Spanje en ik zie het daar jaarlijks toenemen. Ja. Een jaar of 10 geleden zag ik eigenlijk nauwelijks dikke mensen. Nee, je ziet het met de Polen hier. Die kwamen 10 jaar geleden hier werken als bouwvakkers. Ja. Broodmager. En je ziet ze nu in een BMW rijden en ze zijn allemaal overgewicht. Ja. Dat is echt hemelschrijnend. Ik heb een tijd een Poolse jongen gehad, een schat van een jongen die mijn huis heeft helpen verbouwen. Maar ik kwam hem onlangs tegen 10 jaar later. Ik schrok me dood. Ja, het was een mager mannetje. Hmm. He, en dat is wat er ook op Sint Maarten gebeurde, op de Nederlandse Antillen gebeurde, met het dik. En dan krijg je de suikerziektes en dan krijg je dat soort problemen. Ja. En het lastige is ze dat. Ze weten het niet vaak. Nee, want dat wou ik net zeggen. Het lastige is dat de leek ook heel veel tegenstrijdige berichten krijgt over wat is goede voeding. Ik bedoel, het ondervoedingscentrum, ik noem ze maar zo, die stoppen ons vol met allemaal dingen die we niet moeten hebben. Onder het bom van dat het goed is. Nee, maar zij zijn een spreekbuis van Big Pharma en Big Corporation. Ja. Dus de voedingsindustrie en de Big Pharma, dat is natuurlijk ook één grote ding. Ja. Wij krijgen niet goede voorlichting neutraal van wat is goed en liefdevol voor ons lichaam. Nee. Er zit een andere drijver achter. Ja. 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 En dan. Ook ik weet op een gegeven moment soms niet van wat moet ik nou geloven. Nee. Nee, ik moet gaan voelen en ik moet gaan logisch bij mezelf nagaan van hoe zou het zijn als ik dit ging doen? Is dat logisch? Is dat goed? Hoe voelt dat? Wat vind ik daarvan? Ja. Ja. En als ik zoiets heb van, nou ik weet niet, dan doe ik het maar liever niet. Hè? Bij twijfel niet inhalen. Dat. Nee. Nee, bijvoorbeeld een interessant gegeven over voeding is ook, als je kijkt naar landen als China en Japan, 100 of 200 jaar geleden. Ja. Hè, nu komt borstkanker in Japan, dat kwam
20 jaar geleden nog 1 op de 100 vrouwen voeren. En nu is het net als in Nederland bijna 1 op de 10 of 1 op de 9 vrouwen. En dat is gewoon door de veranderde voeding. In Japan hebben ze na de oorlog, dus in 1945, hebben de Amerikanen daar koemelk in het dieet binnengebracht. Ja. Wat er toen gebeurde, was dat meisjes in een tijd van jaar, 3 jaar eerder gingen menstrueren en ook veel zwaarder waren dan. Ja, ja, ja. Er is een heel interessant boek is er geschreven, dat heet de Okinawa Way. Mm-hmm. Okinawa is een eiland in Japan. Ja. En die, dat zijn notabene professoren van Harvard University die dat geschreven hebben. Ja. Net als die professor Campbell, de China School, die dekken elkaar die boeken. Daar zat geen zuivel, geen suiker bij. En een beetje dierlijke eiwitten. En dat is heel interessant om te lezen. Mm. En die breken een lans voor het veranderen van de voeding naar hoe zij aten. Ja, maar dat zijn Japanners en wij zitten in Nederland. Ja. Dus wij zouden moeten kijken naar hoe wij 200 jaar geleden aten. Ja. Ja, maar wij aten toen bijvoorbeeld ook zeewier. Er zit heel veel jodium in, en ja. Dat aten wij in Ierland ook heel veel zeewier. Ja, ja, ja. En dat doen ze in Japan ook. En ja, dat is een hele goede vorm. Ja, 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 en zeker nu met Fukushima heb je dat heel hard nodig, ja. Die goede jodium. Ik hoorde van een Japaner dat de politieagenten in Japan, zeg 20 jaar geleden, die dus op straat het verkeer regelden, die kregen een extra portie zeewier. Hmm. Om die uitlaatgassen uit je lichaam schoon te maken. Ik weet niet of het waar is, maar dat vertelde hij tegen mij. Ik kan me voorstellen, want dat is een gelerende stof die haalt zware metalen uit je lichaam. Ja. Ja. En dat is interessant. Ja, nou het schijnt zo dat in een gebied in Nederland, en vraag me even niet wat, maar om een kerncentrale in Nederland krijgt iedereen standaard jodium, kalium. Kalium jodide of zo. Ja, dat. En die kring hebben ze nu vergroot. Oh, ja, dat weet ik niet. Ja. Nee, ik moet ook nachecken waar dat vandaan. Maar dan, dat is dus stilzwijgend vergroot, die cirkel daaromheen. Ja. Dus, what do they know that we don't know? Ja, ja. En ja, wat ik dus vanuit de internationale contacten die ik heb hoor, is dat Fukushima, de ellende daarvan, is dus nu al aangeland in de kust van Canada, de westkust van Canada en Amerika. Omdat de tide pools, waar het water blijft staan als het eb is, dat moet een kinderkamer zijn van de oceaan, normaliter, want daar zit heel veel zuurstof in. Maar daar, van de 5000 species die daar normaal in moeten zitten, hebben mensen die daar nu naar aan het onderzoek aan doen zijn, hebben daar nog 5 species van teruggevonden. Hmm. Dramatisch. Ja. En niet over de hele kust van noord naar zuid aan de westkant van het continent, want de stromingen zijn, water en lucht zijn natuurlijk dynamisch, dus dat is niet één klap wat allemaal overal hetzelfde is. Nee. Dus natuurlijk zijn er weer mensen die roepen van ja, maar we hebben daar wel van alles gezien, dus dat verhaal is niet waar. Nee, het is allebei waar. Ja. Maar het feit dat het waar is dat aan Vancouver Island, dat het daar dus niet kosher is, dat daar dus zo'n kaalslag is, dat is heel beangstigend. Ja, zeer beangstigend, ja. Want Fukushima, daar horen we niet zoveel meer over, maar de boel zakt daar alleen maar steeds dieper in de grond. Ja. En als het echt helemaal verdwijnt, dan heb je nergens meer kijk op van wat er gebeurt. Nee. En dat gaat, ik weet niet hoeveel duizend jaar door, die reacties. Ja. Dus ja, je kan je afvragen, moeten we ons over ons huidige dieet toch zorgen maken? Is dat nog nut? Of, hè? Ja, nou goed. Doe wat boven op je stapel en op je bordje ligt, zeg ik dan maar. Ja. Maar die schildklier waar jij het over hebt en waar jij in gespecialiseerd bent, staat natuurlijk ook onder druk extra door Fukushima en Tsjernobyl, want daar zijn we nog niet vanaf. Hè? Ik bedoel,
dat is ook in Nederland, is daar een hele golf rotzooi over ons heen gekomen. Ja. Daar heeft ook nooit iemand het over, maar goed, laten we dat even in het midden laten. Ja. Maar dat heeft wel effect op schildklier van mensen. Ja. Nou ja, elke vorm van stress, of je vader of je moeder overleden is, of dat je bevalling hebt, of dat je in de menopauze komt, of dat je de hele dag op een mobiele telefoon zit, hè, of dat je, weet ik veel, niet meer kabel-tv hebt, maar met hè, ja, ja. Dat soort dingen. Ik denk dat dat bijdraagt, die elektrosmog, tot schildklierproblemen. Want de schildklier die zit natuurlijk bovenop. Mm-hmm, ja. Als ik in Zweden een foto laat maken van een kies, dan krijg ik een loodschacht om mij heen. Ja, hier niet. Hier wel niet. Nee, ben je gek. Hè? En dat komt omdat die schildklier beschermd moet worden. Ja, exact. En je geslachtsorganen. En dat komt dus heel. En dat is hier niet zo. Dat doen ze niet. Nee, want die strooistraling, daar heeft nooit iemand over. Maar hier is het natuurlijk wel degelijk. Die is natuurlijk wel degelijk. Of course. Ja. Ja, ik herinner me nog dat ik als klein meisje bij de schoenenwinkel stond. En dan stond daar een apparaat en dan kon je een beetje voeten in. En dan keek je zo door een buis naar beneden. En dan zag je je eigen voeten in groen. Zag je dan de omtrek van de schoenen en zag jij je botjes in. Ja, ja, ja. Dat was spannend. Ging je nog een keer extra in. Wist je veel. Ja. En God weet wat dat ding daar stond te sproeien aan stralen. Ja, 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 ja. Nou, hetzelfde is trouwens, als je op Schiphol naar Amerika gaat vliegen, dan willen ze je door die bodyscan hebben. Ja. Dat is ook dat hetzelfde. Ja. Dat breekt je DNA, heeft dat nooit iemand. Maar het is gelukkig niet verplicht, hè? Nee, toen ik naar Australië ging, wilden ze me daar doorheen jassen. En toen zei ik van nee, dat doe ik niet. Nee. Feel me up, zei ik toen. Ja, 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 ja. Dat is een hele grove manier van in het Amerikaans. Om te zeggen van kom maar aan me. Ja, ja. Maar ja, ik had er echt geen zin in. Maar in Amerika, bij die TSA mensen die daar echt op hun psychopathie worden uitgezocht, op die airports, daar kom je dan niet meer weg hoor. Want dan die gaan jou gewoon lekker dwars zitten. Die zetten je in een glazen hok daar midden tussenin. En dan hou je net zo lang vast tot jouw vlucht weg is. En dat moet je alsnog door dat ding heen. Dus dat schiet allemaal niet op. Dus dat is een van de redenen dat ik nooit meer naar Amerika zou gaan. Goed, we hadden het even in het voorgesprekje, en je hebt me al vaker erover verteld. Cura Romana is een boek. Cura Romana is een boek geschreven door Leslie Kenton. Ja, oh ja, Leslie Kenton. En dat gaat, Cura Romana is in feite de Romaanse kuur. Daar heeft Simeon zijn HCG-kuur uitgevonden. Oké. Dat is de volgorde. Dus zij heeft het daarom zo genoemd. Ja, ja, ja. En? En ja, ja, zij heeft druppels ontworpen. Die helpen daarvoor, zegt ze. En zij woont in Australië. Maar ja, het is natuurlijk heel moeilijk als je iets promoot in Engeland en je woont in Australië. Of in Nieuw-Zeeland. Maar dat is een heel leuk boek. Maar een van de dingen die zij op een gegeven moment beschrijft is valse wetenschap. Ja, zij heeft een pagina in het boek, daar staat boven Bad Science. Mm-hmm. En dan schrijft ze dat er een artikel geschreven is door de Vrije Universiteit in Amsterdam over het feit dat een meta-analyse dat HCG niet zou werken en dat het Bad Science is. Omdat ze appels en peren met elkaar hebben vergeleken. Die mensen hebben het protocol van Simeon niet gevolgd. Dus dan kan je ook niet zeggen, hè, dat het wel of niet werkt. Nee. Hè, er zijn geloof ik 18 artikelen in die meta-analyse gebracht. En van die 18 artikelen hebben er misschien 17 zich niet aan het protocol gehouden. Dus die mag je niet meenemen in je. Nee, want dan mag je geen conclusie afbinden. Want conclusie. Het protocol, daar staat en valt die HCG-kuur mee. Dus zij zegt dat het bad science is. Dus in feite zegt zij, ik heb aan de telefoon gehad, zei ze tegen mij, ja, dus wetenschapsfraude van de zuiverste orde. Ja. Ja, maar dat is oefenloos aan de gang. Hè? En mensen geloven dat niet. Ik was laatst bij een bedrijf in Vlaardingen om uit te leggen waarom vaccinatie niet zo'n goed idee is als de mensen van het bedrijf worden uitgezonden naar India. En er was één jongen die zat heel onbeschoft te grijnzen en te grinniken en te storen en te doen. Want die, dat kwam dus uit van, die had een heilig geloof in de wetenschap. Hij noemde dat ook zo, de wetenschap. Ik zei, die bestaat niet, vriend. Het enige wat ik je kan zeggen, is dat ik een heleboel voorbeelden heb van frauduleuze praktijken binnen wat jij de wetenschap noemt. Ja. En het nieuwste is dus nu dat de CDC blijkt 10 jaar een verhaal onder zich te hebben gehouden, wat uit een onderzoek kwam wat zij hebben gepubliceerd in gepiepelde vorm. Namelijk wat ze hadden ontdekt is dat
vaccins, BMR-vaccins gegeven aan zwarte Amerikaanse baby's, dat die baby's, vooral de jongetjes, 10% meer kans gaven op een bepaalde vorm van autisme. Dan hebben ze 10 jaar hun bek overgehouden en tot dus 1 klokkenluider van de CDC zelf dat niet meer langer onder zich kon houden. Dus wetenschapsfraude is van alle tijden. En ook iets heel menselijks, denk ik, aan de ene kant. Omdat als jij overtuigd bent van jouw gelijk en je doet een studie, en dan ben je al bevooroordeeld. Want eigenlijk wil je dat het een bepaalde uitkomst heeft. Ja. Hoe neutraal kun je zijn? Ja, nou, in een meta-analyse kan je manipuleren bij leven. Ja, meta-analyse is dat je verschillende studies op één hoop veegt. Ja. En dan ga je zogenaamd kijken of het allemaal dezelfde punten zijn die jij hebt aangegeven. Zo moet het, daar moet het aan voldoen. Ja. Maar daar zit natuurlijk altijd ruimte in, omdat iedere studie anders is vormgegeven. Ja. Ja. En als je het woord meta-analyse opzoekt op Wikipedia, dan haal je daar al uit dat het eigenlijk makkelijk manipulatief is voor wetenschappelijk onderzoek. Ja. Dus dat je het eigenlijk, een meta-analyse moet je gewoon niet op afgaan. Nee. Tenzij die zeer, zeer streng is uitgevoerd. Ja, maar dat is meestal niet zo. Ja. 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 En de onderzoeken die daarbij zijn, welke je daarbij betrekt, daar valt en staat ook de uitkomst van je meta-analyse mee. Ja. Maar men wil dus inderdaad wat jij zegt, men wil een bepaalde uitkomst hebben. Mm-hmm. Ja, en of een bepaalde uitkomst juist niet hebben. Ja, en daar ga je gewoon naartoe. Dat is ook menselijk. Ja. Maar daar worden ook vaak wetenschappers omgekocht om daar naartoe te gaan. Mm-hmm. En sommigen laten zich lenen naartoe. Nou ja, en wat mij ook bekend is, is dat wetenschappers die iets vinden wat niet gerieft bij de heersende klasse, dat die dus absoluut monddood worden gemaakt. Het mooie voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld dat Beatrice Eddy, van een onderzoekster van Merck, die kwam erachter dat de poliovaccins van Merck in de jaren 50 gemaakt op nieuwe aangevoerde groene Afrikaanse apen, Afrikaanse groene apen, dat als zij die vaccins injecteerden in hamsters, dat die hamsters, nadat de termijn was verstreken van het officiële onderzoek, en ze lieten ze dus leven, dat die een paar weken later ineens allemaal tumoren ontwikkelden. En het blijkt dus dat Maurice Hilleman, de baas van Merck toen, van die vaccinafdeling, die wist dat. Maar dan sloten ze het onderzoek af voordat het zover was. Ja, nou, de vaccins, ja, dit onderzoek was afgesloten. En de vaccins waren al verstuurd naar Rusland, toen nog USSR. En de grap in het laboratorium was dus dat er werd gezegd, de Russen komen bij de volgende Olympische Spelen aan de startlijn beladen met tumoren, dus wij gaan die Spelen winnen. Oh. Dat was een grap. Ja, dat is een hele zieke humor. Ja, ja. Maar dat is dus... Ja, hoe moet je dat noemen? Dan is de wetenschap, of de wetenschapper, is zo ontkoppeld van warm vlees en bloed en empathie en meegevoel voor zijn medemens. Die is alleen maar bezig met zijn ding. Net zoals, ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt, maar meneer Fouché, zeg maar de opvolger van Osterhaus, die in de Erasmus Universiteit bezig was met een vogelgriepvirus te manipuleren en die ging dat publiceren en dat hebben ze tegengehouden in eerste instantie. En daarna mocht hij het toch publiceren. Wat is dat? Ja, weet ik niet. Ja. Raar. Dat is partiële perceptie, de gedeeltelijke waarneming. Je bent dan zo gefocust op dat gemierenneuk met het virus, dat je de repercussies in de omgeving niet daarbij betrekt meer. Nee. Nee. En dan wordt de wetenschap wordt dan helemaal opgehemeld. Ja. Maar wat het teweeg brengt, daar heeft niemand het over. Nee. Nee, zo ken ik een leuk verhaal. En
dat was in feite wel wetenschap. De uitvinder van de reageerbuisbevruchting, daar hebben we het net over gehad met de HCG, was een vriend van mij, die was Steptoe, heette die in Engeland, en die heeft het eerste reageerbuisbevruchtingskind ter wereld, nu al een volwassen vrouw, is voor zijn verantwoordelijkheid geweest. En daar is hij wereldberoemd mee geworden. Mm-hmm. En hij is gaan wankelen toen hij merkte in zijn studies dat de IVF meer resultaat had, tenminste dat heeft hij mij verteld, dat personal communication, dat als het volle maan was, dat het succes van de reageerbuisbevruchting groter was. Of course. En toen hij dat uitsprak op een congres in Canada, toen werd de vloer met hem aangeveegd. Maar in feite is dat niet onwetenschappelijk. Als ik gewoon zeg, ik heb 100 gedaan en bij 20 was het volle maan en daar is het grootste succes groter geweest, dan is dat niet onwetenschappelijk. Nee. Maar mensen zien dat dus als kwakzalverij. Ja, maar die gaan in een verhaal over wat hij vertelt en dan klopt het niet. Dus het is een emotionele reactie in feite. Met wetenschap heeft die reactie niks te maken. Nee. Waar ik heel benieuwd naar ben, Dirk, is wat voor mensen zijn die reageerbuisbaby's? Want, ik zal je vertellen waarom ik dat wil weten. Ik spreek met Janice Barcello, die is vaak een gast in mijn programma. Zij is een independent childbirth educator. Zij is gewekt door twee tieners op de achterbank van een auto. Die waren gewoon aan het seksen en die waren helemaal niet bezig met een kind op de wereld te zetten. En het patroon daarvan zat er zo diep in haar, tijdens conceptie erin gebracht, dat zij haar eerste seksuele ervaring op de achterbank van een auto had. Maar dat werkt gewoon door. Ja. En daarom is zij daar ingetoken. En zij heeft dus heel veel last gehad van het feit dat zij een oeps-baby, zoals ik dat noem, is. Ja. Wat gebeurt er met die mensen die in een reageerbuis zijn gekweekt? Dat is een grote vraag. Dat is echt een grote vraag. Waarom? Ja, de natuur geeft jou handvatten waardoor jij geen kind kan krijgen. Hmm. En die wil jij doorbreken. Ja. Dat kan je op een integere manier doen. Je zegt, nou, mijn eileiders zijn dicht en ik kan echt geen kind krijgen. Dan kan je twee dingen doen. Je kunt een kind adopteren of je kunt een reageerbuisbevruchting gaan doen. En ik ben daar niet uit. Ik vind het een onnatuurlijke ingreep. Ja. En het is een zeer kostbare ingreep, maar dat maakt niet uit. Het is een onnatuurlijke ingreep. Technologisch. En ik ben daar niet klaar mee. Ik weet niet of ik. Ik vind het eigenlijk heel onnatuurlijk. Mm-hmm. Hè? En een goede vriend van mij, die trouwens de bioloog was van die Patrick Steptoe waar we het net over hadden, die heeft een uitvinding gedaan, die heet Jacques Cohen, hij is wereldberoemd in de reageerbuisbevruchting business, die heeft een uitvinding gedaan, die heeft namelijk een pipetje gemaakt waar een spermacel doorheen kan kruipen, maar niet twee naast elkaar, het is zo dun dat er maar één is. Dus als een man maar heel weinig sperma heeft, haalt hij het goede spermacelletje eruit en dat prikt hij in het eitje. Dus hij speelt voor God in feite. Hij speelt voor God. En dan word je een bevruchting en dan krijg je kinderen. Ja. Maar er zijn op dit moment, voor zover ik weet, geen aanwijzingen die zeggen dat er meer kanker of meer dit of meer dat voorkomt bij reageerbuisbevruchting. Tenminste, daar ben ik niet van op de hoogte. Nee, maar in die zin bedoel ik het ook niet. Ik bedoel het meer spiritueel. Ja, en ook emotioneel en zo. Ik heb een herinnering gekregen aan de tijd dat ik in de baarmoeder van mijn moeder zat. Toen ik in water van een warm zwembad in een sessie werd ondersteboven gehouden met een neusklemmetje op. Ondersteboven werd gehouden in de foetushouding. Toen ineens wist ik van, oh, maar dat gevoel van niet goed genoeg te zijn is helemaal niet van mij. Dat is toen gebeurd toen mijn moeder zwanger was van mij en dat was mijn tante die dat haar flikte. Ja, ja. Voelde dat. Het was woordloos, want je hebt geen woorden als je feut bent. Maar het was duidelijk. Het was energetisch. Tong, ik vind het allemaal op zijn plek. Als je gaat naar hypnose bijvoorbeeld. En je hebt een prenatal psychology. John en Troya Turner werken daarmee.
Die kunnen mensen, en kinderen dus ook, terugbrengen naar de zwangerschap, maar ook daarvoor. Ja. Dus wat gebeurt er als je een IVF-baby daar naartoe terugbrengt? Ja. Dat wordt heel bizar. Ik heb er vaak over nagedacht en met mensen over gediscussieerd. Ik vind het onnatuurlijk. En toen ik nog een beetje een puberachtige dokter was, toen had ik een stelling van, jongen, als je geen kind kan krijgen, adopteer er eentje. Mm-hmm. En dat was bij mij ook zo. Mm-hmm. En op het moment dat ik een kind adopteerde, werd mijn vrouw zwanger. Ja, want dan is de spanning eraf. Ja. Ja. Maar ik zei toen, iedereen zou er goed aan doen, als hij tenminste liefde voor kinderen heeft, mm-hmm, om een kind te adopteren. Maar ja, daar zijn ook tegenargumenten. Ook daar zijn problemen. Haalt ze uit hun normale omgeving en ga maar door. Ja. En die baby's zijn ook geen onbeschreven blaadje. Nee. Die hebben al van alles meegemaakt. En indachtig mijn herinnering in de baarmoeder van die tante die zo lullig deed tegen mijn moeder en haar een minderwaardigheidsgevoel probeerde te geven. Baby's die geboren worden bij een moeder die waarschijnlijk al vanaf moment 1 eigenlijk dat kind niet wil hebben of weet dat ze het niet kan houden. Ja. Die heeft uitwisseling gehad van hormonale boodschappen met die baby, met die foetus, van niet veilig. Ja. Dus zo'n geadopteerd kind heeft een heleboel niet veilige signalen in zich ergens zitten. Nee. Subliminaal. Ja. Nou, dat geeft problemen. Ja. Ja. En ik weet ook niet of ik het daar goed aan gedaan heb of niet. Het is een gelukkig kind en ze is heel intelligent en ze doet het prima in het leven. Zij is teruggegaan naar de geboorte, naar het land waar ze geadopteerd was in Afrika. Mm-hmm. En zij had een Engelse moeder en een Afrikaanse vader. En dat was daar taboe. Ja. Dus als ze daar geboren was, was ze een uitgestoten geworden, want ze had gemengd bloed. Ja. Hè? En dus toen was dat een redding. Een redding waarschijnlijk voor dat kind. Ja. Hè? Ja. En ik wil het ook niet goed praten. En dus ik denk dat, en zij zelf is, het is een heel gelukkig kind en ze is blij en ze is ook blij met haar ouders enzovoorts. Dus, ja, nou precies. Ik kan me voorstellen dat als ze bij jou en Lorina terechtkomt, dat dat een hele goeie is. Ja. Ik heb een nichtje die heeft twee geadopteerde kinderen en die ene heeft dus altijd problemen gehad en gehouden. Maar was hij later geadopteerd? Want mijn dochter was 6 weken oud toen hij geadopteerde. Dus die was heel jong. Nou, ik weet niet hoe oud hij was. Dat weet ik niet precies. Ik denk iets ouder al, maar 3 of zo. Hmm. Ik weet wel dat ik paste op hun huis toen ze hem gingen halen in Griekenland. En hij kwam binnen op de arm van zijn nieuwe moeder. En de enige naar wie die keek was ik, want ik had donker haar en dat was wat hij kende. Ja. Zij was blond. Ja. Dus daar, dat heb ik altijd onthouden. Hm. En ik heb ook altijd een zwak voor die jongen gehouden. En ik zag dus ook van dat in dat gezin, ja, hij was een probleemkind. En zo werd hij ook, niet omdat ze dat wilden, maar zo werd hij ook een beetje behandeld. Hè. Dat was het etiket wat hij had. Ja. Maar ja, dat zegt niks, want er zijn net zoveel probleemkinderen. Ik bedoel, als een alcoholicus 2 kinderen heeft, dan kan de een niet drinken en de andere wordt ook alcoholicus. Ja, dus, Nee, je hebt het ook heel lastig. Zeggen. Maar die imprint tijdens zwangerschap en zo, ik denk dat heel veel uitmaakt. En dan kun je ook zeggen van iemand die IVF doet, wil dat kind heel graag hebben. Dus wat voor imprints geeft die mee? Geweldig. Ja. En misschien ook van angst, van als het maar goed gaat. Ja. You never know. Nee. Dus er zit altijd heel genuanceerde berichten in. Ja. Ik vind dat een moeilijk probleem. Ja. Ja, nou weet ik dat jij ook abortusarts bent geweest. Ja. Dat vind ik heel moeilijk. Ik ook. Ja. Daar heb ik ook heel veel spijt van. Het is een hele lastige tijd in mijn leven geweest. Hmm. Kijk, ik vind als een kind verkracht wordt door de vader, ja, dan heb je geen probleem daarmee. Nee.
Maar als iemand, en daar weigerde ik ook mee, als iemand zei, ja, ik heb geen geld om een televisie te kopen, dus ik wil een abortus, dan deed ik het niet. Dus ik was heel erg, en ja. We hebben een kliniek die heel streng was, waar ook psychologen en pedagogen werkten, die dus heel duidelijk met de mensen keken van, luister eens, waarom doe je dat? Mm. Hè? En ja, dan kwam er dus toch vaak een of andere manier misbruik en zo uit. Ja. Ik weet niet of het altijd zo is. Maar voor mij is toen die tijd nu een afgesloten hoofdstuk. En ja. ik ben daar nu geen voorstander van. Tenzij er redenen zijn daarvoor. Ja, verkrachtingskik. Ja, en een meisje van 18 jaar dat zwanger is. En dat, ja, dan ruïneer je misschien haar leven als zij het niet wil. En de vrouw zelf, die heeft natuurlijk de grootste stem daarin in feite. Ja, die moet het gaan doen, ja. Die moet het gaan doen, ja. Hè. En wij hadden een hele goede kliniek en wij wisten dat als wij nee zeiden, gingen ze naar een ander. Ja, sure. Hè, dus dat waren allemaal moeilijke punten. Ja, en ja dus eigenlijk, je kan niet winnen dan, hè? Nee, ja, je kunt spijt hebben van iets dat je gedaan hebt, maar aan de andere kant hebben wij ook een belangrijke rol gespeeld in de abortuswetgeving. Daarvoor heb ik in de gezondheidsraad gezeten. Okay. En ja, ik moet zeggen, daar zaten natuurlijk ook een heleboel beroemde hoogleraren, maar die wisten niets van abortus af. Die stonden niet in het veld. Nee, precies. Ja, die behalen maar theoretische ideeën. Ja, en ja. Bovendien was onze kliniek de eerste kliniek, en dat heb ik ook aan mijn vader te danken, waar de artsen in loondienst waren en niet per abortus betaald werden. Kijk. Waardoor men zo meer mogelijk wilde doen. Ja. Waardoor er meer complicaties kwamen. Ja, ook dat, ja. Meer complicaties waren. En wij werkten ook samen met het Academisch Ziekenhuis. En hebben dat dus ook echt op een goed wetenschappelijke manier, een echte, zuiver wetenschappelijke manier, hebben wij dat gedaan. Ook pijnloos, een speciale plaatselijke verdovingtechniek. In de ziekenhuizen werd het onder algemene narcose gedaan. Mm-hmm. En wij deden het onder plaatselijke verdoving. Dus de kwaliteit was heel hoogstaand. Mm-hmm. En de CDC in Amerika, Center for Disease Control, die heeft ons als voorbeeld genomen voor publicaties van hoe een abortus gedaan moest worden. Oh ja, voorbeeld. Ja, als voorbeeld. Ja. Hè, maar neemt niet weg dat ik ermee gestopt ben toen een moeder zei tegen mij, wil jij mijn abortus dopen? Zij was katholiek. Mm. Ja. En ze kon het niet hebben, ze was 45 en het was van een vreemde man enzovoorts enzovoorts, dus er waren indicaties genoeg. En dat heb ik gedaan en toen heb ik staan huilen en toen ben ik gestopt. Ja. Oh wow. Ja, het was heavy. Ja. 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 Dus ja. Mm. Ik heb geen slecht werk gedaan, dat weet ik. Ik heb een paar wetenschappelijke artikelen geschreven over abortus. En die zijn ook internationaal gepubliceerd. Maar ik zal het niet weer doen. Nee. Maar dan schuif je de verantwoordelijkheid naar een ander die het wel doet. Ja, precies. Dus dat is een moeilijk punt. Ja, maar dan krijg je zo'n punt van, ik kan het maar beter zelf doen, want dan gebeurt het goed. Ja, precies. Ja. Ja. Ook al zit je hart daar dan niet meer in. Ja. Ja. Maar dan gaat je geweten op een andere manier. Ja, en wij hadden nog een stelling. Kijk, een abortus van 6 weken, dat zuig je af en dat is een plukje slijm. Hè? Ja. En dat is heel wat anders dan een abortus van 20 weken natuurlijk. Ja. Hè? En, maar wij hadden als stelling, je mag per arts niet meer dan 10 abortussen per dag doen. En er waren in Nederland klinieken waar een arts 30 abortussen op een dag deed. Ja, dat stompje. Arrest van 100 gulden. Stompje. Nou, dat hebben we dus helemaal veranderd. We hebben dus, en dat is natuurlijk niet onopvallend gebleven bij het ministerie. En die kliniek staat model. Hmm. Ook voor het feit dat het in het ziekenfonds werd opgenomen. Ja. Toen, ik weet niet of het nog zo is, maar. Ja, wel, denk ik wel. Maar ik moet zeggen, er waren natuurlijk ook wantoestanden in de abortuswereld, artsen die privé vliegtuigen hadden omdat ze zoveel verdienden. Nou, dat hebben wij niet gehad. Wij hadden gewoon een loondienstsalaris. Ja, maar dat soort bankjagers die precies, hè, waardoor wij ook een, wij merkten een
ja, 's ochtends, en dan hadden we ook tijd voor het lezen van literatuur en voor het houden van lezingen. Ik ben toch congressen geweest. Ja. En ik heb dan ook die technieken laten zien in Amerika en in India, waar bij abortus veel mensen doodgingen omdat ze geen goede technieken hadden. Ja. Dus dan werd ik dan uitgenodigd om het te laten zien hoe je het moest doen, een onderplaatselijke verdoving. Ja. Dus dood in een tent. Maar wel heel steriel. Ja, en dat is natuurlijk toch een ander verhaal. Ja, ja. Ja, niets heeft maar één of twee gezichten. Nee. Het is altijd op heel veel niveaus dat je ernaar moet kijken. Ja. 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 Maar dank je voor je eerlijkheid daarin. Ja. Ja, want ik begrijp dat je zegt ik zou het nu niet meer doen. Ja. Maar ik begrijp ook dat je zegt ik heb geen spijt van wat ik heb gedaan. Ja. Dat, ja, die rijkwijde zit erin, dat snap ik. Ja. En veel plekken werd het gewoon zonder verdoving gedaan. En wij hebben dus, dat heet dan een paracervicaal blok. Dan geef je rond de baarmoedermond twee kleine prikjes die de tandarts jou ook geeft als ze een zenuwbehandeling doen. Ja. En dan wacht je 5 minuten en dan was het pijnloos, volkomen pijnloos. Ja. En dan kreeg je dus zoveel dankbaarheid van die mensen, als je dus echt... Ja, goede indicatie werkte. Dat is een stuk wezenlijke aandacht wat je geeft. Ja. En respect ook. Ja. 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 En vaak kreeg je nog jaren later van die vrouwen brieven. Van dankbaarheid. Ja. Ja, want het leven van de vrouw is zoiets altijd een enorme gebeurtenis. Ja. Ja. En dat realiseren artsen die 30 van die abortus doen per dag niet. Die staan helemaal niet stil. Nee. Overigens, ik trek nu even in gedachten de lijn door naar de geboorte van mijn zoon, van mijn kleinzoon. Ja, eigenlijk ook van mijn oudste zoon zelf. Dat het respect en de aandacht voor de moeder in kwestie echt 0,5 was. Ja. Ja. Ook daar valt een hoop te verbeteren. Tijdens de abortus bedoel je? Nee, tijdens de geboorte. Oh ja. Ja, ook daar klopt het dus niet. Ja, ja. Daar is het ook een technologisch verhaal geworden, waar geen gevoel en geen hart meer bij spreekt. Nee. Nee. En wat wij dus ook deden in die kliniek was sterilisatie van vrouwen, die dan voldoende kinderen hadden om te voorkomen dat ze weer ongewenst zwanger werden. En wij hebben dus techniek ontwikkeld, eigenlijk gebaseerd ook op een Franse hoogleraar, Palmer heette die. Dat wij onder plaatselijke verdoving dus de sterilisatie deden. Dus die mevrouw die kwam op de fiets naar de kliniek, die kwam binnen, die werd een intake gedaan door dezelfde psycholoog, van weer het echt en weer het niet, en wat is de indicatie, en gaan we door. En als ze dus door groen licht kreeg, dan deden wij ook met plaatselijke verdovingsprikjes, ook op de eileiders en ook met een kijkertje in de buik, en dan was je in 10 minuten klaar. En dan, dat deed ook geen pijn, omdat we lachgas gebruikten en geen elektriciteit, wat men heel vaak gebruikte, maar een zwakstroom van 6 volt, waardoor er geen vonken kwamen. Dat is een hele veilige medicatie. En wij hebben ook die geleerd aan hoogleraren in andere universiteiten. Ja, ja, ja. Dat is een beetje echt onze techniek, ook gepubliceerd daarover. En na dan een uurtje stapte die mevrouw weer op de fiets en dan had ze, voordat ze naar de kliniek kwam, haar kinderen naar de kleuterschool gebracht en na de operatie haalden ze op de fiets weer de kinderen. Dat was zo ontzettend atraumatisch. Ja. En het ziekenfonds weigerde het te vergoeden, want ze zei nee, wij willen een ziekenhuisopname, want daar verdienen we geld aan. Ja, ja, ja. Wat deed je precies met die eileider? Nou, je maakte een klein sneetje onder de navel, onder plaatselijke verdoving. Ja. En daar deed je een soort... laparoscopie. Ja, daar deed je een kijkertje in. Ja. En tevoren, door datzelfde steentje, had je de buik opgeblazen met lachgas, dat op zichzelf verdovend werkt op de buik. Ja. Dan ging je er met een kijkertje in en dan ging door die kijker een hele lange tang met een soort tangetje. Knipje. Daar pakte je de eileider mee beet en dan zet je het op een 6 volt accu van een auto. Daar kunnen dus ook geen vonken, het is net als een strijkijzer. Ja, ja. Hè? En dan zag je het wit worden, alsof je een eitje kookte. Ja, en dan deed je aan de andere kant, dat deed dus helemaal geen pijn. En dan deed je dat eruit en dan liet je het gas wegstromen en dan was ze klaar. En dan was het niet doorgankelijk meer. En ze keek mee via een kijker in haar eigen buik.
En dat is natuurlijk heel belangrijk om haar van bewust te maken van dit heb ik gedaan, dit is mijn keuze gedaan, dit is geen pijn gedaan, waardoor ze dan ook later geen spijt hadden. Ja. Er zijn natuurlijk altijd vrouwen geweest die dan hertrouwden en weer kinderen wilden en die kregen dan een hersteloperatie. Dan werden die eileiders dat stukje eruit gehaald. Uitgehaald en weer, En toegankelijkheid weer hersteld, maar dat kwam zelden of nooit voor. En dat is natuurlijk ook een mooie, een hele vrouwvriendelijke ingreep. En je praatte met die mensen tijdens de ingreep en liet je ze kijken. Goh, wat leuk zijn ze, wat zie ik er leuk uit van binnen. Dus dat was echt een... Ja, dan zijn ze helemaal één met wat er gebeurt. Ja. En ook dat denk ik. En je keek dames in de ogen terwijl je bezig was en je had contact. En zij keken met jou mee in hun eigen buik. Dus je had echt een enorme goede binding. Ja, maar de dame in kwestie is dan ook helemaal betrokken bij het gebeuren. En ik denk dat dat ook pijnverminderend is. Ja. Als je weet wat er gebeurt. Ja. En je ziet het. Ja. Ja. Dus dat was een ander ding. En wij waren de eerste kliniek in Nederland die kunstmatige inseminatie deed bij lesbische vrouwen. En die wouden graag een kind hebben. Ja. Ik weet niet of ik daar nu ook nog wel je voorstander voor zou zijn, maar waarom niet? Want die waren vaak beter voor de kinderen dan andere mensen. Ja, nou, ik relateer... Dat was ook niet mijn afdeling hoor. Maar nou, ik relateer dat een beetje aan mezelf. Mijn vader is overleden toen ik 5 was. En niet opgevoed zijn met een vader is in mijn leven heel lastig gebleken. Ja. Ik van snap geen zak van mannen. Nee. Ik heb ook geen voorbeeld van hoe een relatie eruit ziet als het goed gaat of als het fout gaat of als het whatever. Nee, maar dat vertelde ze geloof ik wel. Ik was daar dus niet echt bij betrokken, want dat was niet, ik zat meer bij die sterilisatie. Dus vertelde ze wel tegen die mensen van luister, er moet een man in je leven komen. Hè? En dan, voor dat kind. Ja. Voor dat kind, moet vrienden. Of de, en dat werd dan ook gedaan. Ja. Hè? Een soort surrogaatman bij dat lesbische stel. En ja, dat is volgens mij wel heel belangrijk. Ja, ik weet van 2 lesbische dames die hebben ieder een kind gekregen van dezelfde man. Ja. Die een kennis, vriend, weet ik veel van hem is. En die verder zich niet met die kinderen bemoeit, maar hij is dus op de achtergrond, is hij er wel. Ja, dat hebben wij ook voorgesteld vaak aan die lesbische mensen. Van, doe dat nou. Ja, ja. Zoek een leuk iemand op, een vrouwvriendelijke man en doe het op die manier. En dan hebben jullie toch een kind. En die man die houdt binding met jullie. Nou ja, en dat is natuurlijk beter. Ja. Ja. Ja, dus ja, het was natuurlijk een omstreden kliniek in verband met het feit dat wij die kunstmatige inseminatie deden. En toen ook het eerste freestanding kliniek waren in Nederland. Die reageerbuisbevruchting deed. Maar toen was ik al weg bij de kliniek. Ja, toen had ik dat moment al ervaren. Ja, ja. En toen zei ik dus tegen mijn collega, hoogstaande artsen moet ik zeggen, waar ik nog steeds contact mee heb, jongens, ik wil hier blijven, maar ik wil geen abortus meer doen. Toen zei ze, Dirk, dat willen wij allemaal, maar we doen het voor een goed doel. Zo was die kliniek. Ja, ja. Dus als jij dat niet wil doen, dan moet je weggaan. Ja. En dat heb ik toegedaan. Maar we zien elkaar nog steeds met kliniekdagen enzovoorts. Ja. Die kliniek bestaat nog? Nee, die is toen overgegaan naar een groter geheel in Den Haag. Oh ja, verdwenen. Ja, het was op zichzelf natuurlijk. We hadden een 22 man personeel, hadden een hele echte band. We waren allemaal in feite idealisten. Hè, ook een beetje van de vrouw bepaald wat er gebeurt met haar lijf. Hè. Ja, dat is heel vanzelfsprekend, maar niet vanzelfsprekend nu meer. Nee, precies. Dus we waren heel vrouwvriendelijke kliniekjes. Ja, dat is heel belangrijk. Ja. Ja, jammer dat zo verworden is in wat ik vandaag de dag daarin zie. Ja, en ik zeg nog steeds tegen mensen die bij mij komen, als ze zwanger zijn of dit, ik zeg, ga naar een vrouwelijke vrouwarts. Ja, absoluut. Die kinderen heeft. Ja. Hè, die weet waar ze het over heeft. Precies, ja. Ja. He, en die voor onderwatergeboorte is en die voorgeboorte is terwijl je staat in plaats van op je rug ligt en dat soort dingen. Ja, ja, ja. Ja. Die gewoon jou de centrale figuur van het geval laat zijn. Ja, 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 ja. Zo hoort het, ja. He, want als je nu ziet dat in mijn tijd was het dus de thuisbevalling in Nederland was wereldberoemd. Hoogstaand, ja, absoluut. En in Zweden geloof ik ook, nou ja, nu is het aantal keizersneden dramatisch toegenomen. Ja, want dat is waar de money is. Ja.
Ja. Maar het heeft heel veel gevolgen voor de baby. Ja. En voor de bonding tussen moeder en kind. En ja. Eigenlijk, wat ik zie in wat er gebeurt in verlosland, is dat ze zo vroeg mogelijk proberen om de bonding tussen moeder en kind om zeep te helpen. Ja. Ja. Dat is wat ik zie. Nou ja, mijn kinderen die zijn, zoals mijn oudste toch, die is in het bad geboren. Mm. Met een voetvrouw. Ja. Waanzinnig mooi. Die deed haar ogen open onder water en die glimlachte. Ja. Ja. En toen nog een half uur dus navelstreng vastgehouden en toen leren knepen. En toen, zijn kind heeft ook nooit geen vaccinaties gehad, is nooit ziek geweest, heeft nooit antibiotica gehad. Nee. Ja, dat is wat er gebeurt dan. Ja. Ja, klopt. Ja, als ik mijn leven over zou doen, ik roep iedere keer van jongens, ik zou mijn kinderen in water willen krijgen met de mensen eromheen die ik wil. Ja. Ik zou ze never nooit vaccineren en ik zou ze thuis onderwijs geven. Ja. Ja. Dat is voor mij als een paal boven water. Ja. Ja. En als je die kinderen lang genoeg borstvoeding geeft, anderhalf jaar. En verantwoord eten en niet meteen een flesje en troep enzovoort, dan zal je ook zien dat ze die ziektes niet krijgen. Nee. Ze hebben kinderziektes allemaal gehad. Maar ja, prima, maar dat zijn ontwikkelingsstappen zijn dat ook. He? Ja, ja, ze zijn er dan ook niet doodziek van. He, dan was er een epidemie waterpokken op school. Ja. Nou, mijn kinderen gingen gewoon naar school, die hadden één waterpokje in plaats van hun hele lichaam vol. Ja, precies. Ja, en die waren niet, hadden geen koorts en die hadden dat wel aangetoond dat het echt waterpokken was. Ja, maar in een rustige vorm. Ja, ja. En dat kan ook. Ja. Ja, en mazelen, ik bedoel, ja, je moet mazelen hebben gehad, dat hebben we allemaal. Ja. Alleen je wordt er doodziek van als je een hele slechte voeding hebt. Ja. Een slechte levensomstandigheden, maar gewoon. Ja, nee, mazelen is niks aan de hand. Ik bedoel, ik herinner me mijn mazelen en mijn bof. Als de dag van gisteren, ik had vrij van school, ik kon lekker, de eerste paar dagen waren niet fijn. Ja. En daarna werd je vertroeteld en dan kon je lekker boek lezen en je, nou geweldig joh. En als er Bof was op school, dan, of ergens, dan stuurden wij onze zoon erheen, ga jij dan maar spelen? Ja, ik wil even krijgen. Hè? Op jonge leeftijd, ja. Dan, dat is een beschermende factor dan. Ja, absoluut. Ja. Maar dat werd toen gedaan door de arts. I know, ja. En vrouwen die mazelen hebben gehad als kind, die hebben een verminderde kans op eierstokkanker. Okay. Dat soort connecties zijn er ook. Ja, hè? Ja. En het zijn, kinderziektes zijn ontwikkelingsstappen in het leven van een kind. Om je immuunsysteem op te bouwen. Ook, maar ook geestelijk. Ja. Er is bij Dr. Vera Scheimer in het lezingencircuit was een arts. Die liet zien de tekeningen die zijn dochter had gemaakt voor mazelen en na mazelen. Nou, je ziet gewoon aan die tekeningen, dan, wow, daar zit iets tussen. Ja. Heel duidelijk. Ja. Ja. Nou, had je nog... Ik heb, ja, god, natuurlijk joh, ik vind het zo'n gezellig gesprek. En we spreken een heleboel van belangrijke dingen waar mensen dan op een andere manier over kunnen nadenken. Ja. En dat is probeer ik te doen met deze programma. Ja. En wanneer zet je het uit? Morgenavond. Oké, je zou eventueel over dat schildkliercongres iets kunnen zeggen. Ja, heel goed. Ik was bijna vergeten. Dankjewel. Ik help jou mee met het opzetten van een schildkliercongres. Dat moeten we dus niet snel proberen te zeggen, dan gaat het niet goed. Nee, dat is een tonguebreaker. Nee. Schildkliercongres. En dat is op zaterdag 29 november tussen 10 en 5 in Baarn in het conferentiecentrum something. Ja. Kijk op www.schildkliercongres.nl. Ja. En daar komt een Mary Shoman uit Amerika. Geen arts. Zij is in eerste instantie ervaringsdeskundige, want zij had zelf een probleem in 1995. En ik herken dus wat zij heeft gedaan aan mijn lijve. Zij is gaan kijken naar van verrek, ik kom bij artsen niet uit de verf, het gaat niet, schiet niet op, ik ga zelf op onderzoek uit. En dat heeft ze gedaan, inmiddels heeft ze 8 boeken geschreven over het onderwerp. Ze is patiëntencoach. New York Times bestseller. Oh, kijk eens aan, ook dat nog. En zij geeft dus niet alleen voorlichting aan patiënten, maar ook aan artsen en therapeuten. Ja. Want die neemt ze mee in haar ervaringsfeit en dat is wel degelijk ook wetenschappelijk ondersteund, want de literatuur kan ze erbij vinden en heeft ze gevonden. Dus het is op een hoog niveau vertellen
andere benaderingen van schildklierproblemen, onder functionele schildklier, ja. Hypothyreoïde. Ja, alle ins en outs en wat je er kan aan doen, ook wat voeding betreft en ja. levensstijl. Ja. En wat de signalen kunnen zijn ja. Enzovoort enzovoort. En dat kan ze op tig niveaus kan ze dat uitleggen, van simpele leek tot aan een ja. professor. Ja. En dat is wat professoren dan nooit zo leuk vinden, want ze heeft, zoals mijn gast van de eerste keer in Australië zei, I ain't got a penis nor a PhD. Ik heb geen lul en geen titel. Daar was daar heel boos over. Ja. Die heeft Mary Shulman dus ook niet, maar ze weet wel waar ze het over heeft. Ja. En ze zet wereldwijd vrouwen op het goede spoor om met hun eigen lichaam goed te kijken wat voor hen goed is. Want ja. wat mij heel duidelijk uit wat ik ervan weet nu, is daarvoor gekomen, is dat schildklierproblemen zijn altijd zuiver individueel. En die kun je dus nooit met één protocol en één pil kun je dat regelen. Nee. Dat is, moet je vergeten. Ja, het enige probleem is, we hebben maar 100 plaatsen. Ja, dus jongens, schildklierprogress.nl. Het loopt al vol, dus ja. En eigenlijk hadden we meer plaatsen moeten hebben, maar we konden geen grote zaal. Ja, maar dit is ook een risico. Ik bedoel, je zit zelf je nek uit met dat mogelijk. Ja, precies. Ja, ja. En ik moet het eerste congres nog zien waar je geld van overhoudt. Ja, dat maakt niet uit. Het is altijd een gok, zeker in Nederland, congressen houden. En we proberen dus een zo breed mogelijk publiek daarheen te halen. Hè? Ja. Dus niet alleen mensen die zelf belangstelling hebben omdat ze zelf een probleem hebben of hun partner dat heeft of whatever. Maar ook artsen en therapeuten. Zodat op een heel brede schaal de goede informatie ook in Nederland kan worden uitgezaaid, zeg maar. Ja. En een van de voorvechters in Nederland, ik noem haar de tweede Mary Shulman, Anneke Spaak. Oké, Anneke Spaans. Ja, die heeft... Die heeft iets opgericht? Ja, die heeft de Nederlandse Vereniging voor Schildklierpatiënten opgericht. Ja. En die was zelf er heel erg aan toe, geloof ik, ooit. En die is, doordat ze is gaan kijken van, nou, dat en dat ga ik nemen, die natuurlijke medicaties en zo, is ze helemaal zeg maar, op gaan bloeien. En heeft ze het initiatief genomen tot een heel groot project. En dat is de Nederlandse Vereniging voor Schildklierpatiënten. En daar worden ze enorm geholpen. Oké, mooi. Dat zijn heel mooi. Want het kan dus zo dramatisch zijn, en we noemen geen namen, maar het kan dus zo dramatisch zijn dat iemand met een schildklierprobleem terechtkomt in de psychiatrie. Dat kan ook. Zelfs dat kan, hè? Ja, ja. Dat overigens, ik zie ook parallellen met Lyme bijvoorbeeld, hè? Want dat kan met Lyme net zo. Ja. En met Lyme is het ook zo dat het is altijd individueel moet je het oplossen. Ja. Ja. Eigenlijk is dat met alles zo. Ja. Alleen wij hebben in de westerse geneeskunde, geleerd van dat er protocollen zijn. Je moet het zo doen en dat is één pil en één ding en je blub en dan moet het klaar zijn. Ja. Maar zo werkt dat niet in het warme vlees en bloed. Nee. En met die schildklier ook niet. Nee. En mensen die daar denken problemen mee te hebben, op de website schildkliercongres.nl staat iets aangegeven al van waar je naar je kunt kijken. En als je die dingen herkent, zorg dat je erbij komt. Ja. 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 Is er in Nederland een Mary Shulman is een Amerikaanse, maar is er in Nederland ook een ja, er is basis? Ja, er is een heel bekend geworden vrouw. Die zelf erg depressief was en die in contact is gekomen met een schildklierarts. En die onderkende dat en die heeft haar begeleid, ook met natuurlijk schildklierhormoon. En enkele weken later was ze er helemaal bovenop. En zij heeft veel goede initiatieven genomen in Nederland op het gebied van schildklierproblematiek. En ze is eigenlijk voor tweede Mary Shulman. Oké, mooi. Nou, dat is wat wij dus beogen met dat congres ook, hè? Ja. www.schildklier.nl. Wij willen dat zoveel mogelijk informatie over wat er rond de schildklier speelt, in oplossingen, maar ook in eerste instantie van wat zit eronder, waarom is het zo ingewikkeld en waarom heeft het zoveel verschillende verschijnselen. Ja. Ja. Dat willen we zo breed mogelijk neerzetten. En Mary Shulman is dan de wereldautoriteit daarin. Ja. En dit is dus ook een Engelse voertaalcongres. Ja.
Ja. Maar het is natuurlijk altijd zo dat er altijd steun kan zijn voor mensen die dingen niet hebben opgepikt. Die kunnen altijd bij ons terechtkomen. Ja. Van hoe zat dat nou precies en wat zei ze nou eigenlijk? En als er behoefte blijkt te zijn, als er veel meer aanmeldingen zijn dan we kunnen, dan gaan we haar gewoon vragen om in februari nog een keer terug te komen. Ja, ja, precies. Ja. Ja. Dus het is echt een fenomeen, die vrouw. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja, maar dat heb je met mensen die zelf op onderzoek zijn uitgegaan. Ja. Die verwerven zich meesterschap over de materie. En dat is iets anders dan boekenwijsheid en dan terugspugen. Ja. Hè, wat je hebt geleerd. Dat heeft geen bodem, dat heeft geen verband. Nee. Dus ja, Mary Solomon, zaterdag 29 november in Baarn. Zorg dat je erbij bent. Goed, Dirk, rest mij om jou heel veel dank te zeggen voor dit gesprek. En ik kijk uit naar die 29e. We hebben nog het een en ander aan werk te verzetten. Of het zover is, maar goed, dat geeft niet. Ja. Het wordt vast een hele mooie dag. En ja, goed, wij kunnen het samen altijd heel goed vinden. En ik vond dit ook heel prima en gezellig gesprek. Zo is het. En we hebben hele belangrijke dingen gezegd. En daar gaat het mij ook om. Oké, dankjewel. Jij ook.